Voilà. Ja. Doe jouw intro. We zijn begonnen. Ja, voilà, zo. Ik ben welkom bij Lockdown. Ik ben Louis van Oosthuizen. En deze keer spreek ik even met een kaart dat nogal verdoofd is. Maar ook met... Reinders Pel. Ik heb 10 absurde vragen, situaties en of dilemma's voorbereid. En die gaan we doorheen de podcast bespreken en daarover een beetje praten en filosoferen. Okay. Tot zover mee. Ja, en wie is de... ja, en wie zijn de anderen? Iemand wijst? Ja, dat was voor jij volgende. Ah, oké. Okay. Kevin Bellemans. Dus ik weet echt niet wat ik hier doe. Maar bon, we zijn hier nu toch, dus ik ben Kevin Bellemans. Hallo. En houd toch licht vast. Nee. Ja, ja, dat is omdat ik dacht van het is misschien net iets te... Ik masturbeer graag met licht. En ik ben Jan van der Vinken en mijn tip voor jou, Kevin, is... Doe maar uw broek maar uit, want het kan zijn dat door deze juicy vragen dat Reinert voor ons heeft voorbereid, dat je direct gaat zijn van... Bah! Ik vind het nu al... Ja. Ik denk niet dat er zoveel opwindends tussen zit. We vinden wel een enkel. Ja, ja, het is dat, dat weten we nog niet. We zijn mannen, hè? We hebben fantasie. Bon. Ik heb ook een intro jingle. Ik ga de intro jingle ook nog opleggen. Ja. Ja, of zoals hoe Hunter het zou zeggen, zo ja. Oh ja. Ja, zo ja. Santé. Voilà. Oeh, santé. En je schijnt mijn kasteelbier, dus ook al ingezonken. En zo. En kapitein Kiekenoog is weer terug. Ja. Oh, wat is dit? Ik was gewoon even. Het is net die dude van Harry Potter. Hallo. Hey, maar oh, dat zit er. Hey, is dat daar echt in? Ja, natuurlijk. Dat is een echt oog. Alleen een echt vals oog. Een echt niet echt vals oog eigenlijk. Kijk maar. Hey, hallo! Dat is echt gek. Het is dan nog zo blauw, dus Hitler zou het approven. En dat was opeten? Nee, dat ga ik niet doen. Dat is niet. Dat is plastic. Dat is van plastic. Wat zou een vals oog zijn? Wat? Een echt oog. Je zegt dat een echt vals oog is, maar wat is een vals oog? Ah, dat is een normaal oog, hè? Ja, wel, ja. Dat is alweer niet meer een echt vals oog. Zie je? Dat is zo gelijk een min plus een minnekin is een plus. Dat is zoiets heel raar, maar dat is wel zo. Ja, er zijn ook mensen die mij zien met 2 verschillende kleuren van ogen en dan denken dat ik een vals oog aan heb. Ja, maar dat is dus niet. En dat is dan een vals oog. Ja, dat is waar. Maar dat is wel cool. Want je hebt echt zo 2 verschillende kleuren van ogen. En dat is gelijk een kat. Of een border collie of zo. Die hebben dat ook wel vaker. Ja. Als ik u zie, Louis, dan denk ik altijd van mocht jij in de Holocaust geleefd hebben, de nazi's zullen vol een bak op u geëxperimenteerd hebben. Gebaseerd op dat. Dat is altijd wat ik denk. Het eerste, als ik u dat zie. Dat is een mooi compliment. Ja, ja echt, hè. Oké. Okay. Allee. Hoe lang zijn we bezig? En het gaat hier al over nazi's en zo. Zalig. We zijn 4 minuten bezig. Ja. Ja, wat was het? En het gaat... Ja, ja, maar neem maar, Stefan. Juist voor de mensen, ik heb dat juist al uitgelegd, maar als ik raar klink, in het begin van de aflevering, dan gaan we zeker over een half uurtje of zo weg zijn. Mijn kaak zit dik, zodat ik naar de tandarts ben geweest. Ja. En dat is niet ideaal, een moedige tandarts. Ja. Want dat is wel half spelen met de dood, want mijn vader heeft geassisteerd. En dat is normaal, is niet wat hij hem doet. Dus, ja. Ik moest iemand zonder kunde laten assisteren. Ja. Ik was dus een klein beetje bang. Je mama is tandarts. Mm-hmm. En heeft ze dan zo'n haat voor snoep en suiker? Nee. Oké, dus dat cliché van tandarts klopt niet. Waren jullie bang van de tandarts? Maar er is daar niks leuk aan. En bang, ja. Je weet gewoon dat dat kut gaat zijn. Ja. Dat dat gaat verdoofd zijn en al. Ja, en je wilt erop beten, maar je mag niet. Dat is juist.
Maar ik heb het nooit vertrouwd. Snap je? Ik vertrouw nooit een scenario waar dat een vreemde u vraagt om gewoon een lange tijd je mond open te houden. In verschillende scenario's ben ik zo van, nee, ik pas daar maar van op. Snap je? Dus vandaar. Ik associeer dat daarmee. Zolang als ze niet vragen van, doe je mond open en je ogen dicht, valt het wel nog geen zin in. Zolang als ja. je kijkt wat dat er kan gebeuren, vind ik het nog wel goed ja. of zo. Dat is wel juist. Dat juist is, ik was aan mijn vader aan het kijken en mijn vader zei, doe je ogen toe. En toen was ik echt wel bang. Ja. Paar zei. Voilà. Ja, wel, ja. Oh, hey. Oh. Ja. Ja. Oké. Okay. Leven we erin. Ja, mijn bal, laten we beginnen met de eerste vraag anders. Yes. Ik heb dus 10 vragen. Of ja, het zijn allemaal vragen. Ik zal jullie een nummer laten zeggen. Heb je exact 10 voorbereid? Wat? Dus je bent dus de eerste waarvan ik echt vragen van 10 vragen en ook effectief met 10 vragen afkom in deze absurde podcastreeks. Hey, ah ja, nice. Vorige keer waren het er 11. En... Ja, en daarvoor was Ian en Ian zijn 10 was een... Wat was het? Eerst keer 8? En dan was 9. Ja. Maar gemiddeld is het 10, dus we zitten goed. Dus er is progressie, professionelere altijd. Ja, ja. Oké. Okay. Zeg maar een nummertje tussen tot en met... 1 en 10. 14. Wat? Nee, sorry, ja. Ik was te vroeg. Oh. Van 1 tot en met 10. Ah ja, natuurlijk, het zijn 10 vragen. Een bestaande. Ik ga het maar even vrede op zeggen. Dus deze aflevering is dus de meest absurde podcastaflevering 4.4. En er zit een idee achter die punt 4, omdat ik heb gemerkt, ik heb dat een keer herbekeken, en bijna hadden we dus telkens een andere extra persoon. Was normaal gezien de combo wel altijd vast Ian. Arne en ik. Maar dat is nu 4.4, omdat Arne er ook niet meer kan. Dus het is eigenlijk de vierde versie dat eigenlijk, als je kijkt naar het oorspronkelijk gegeven, het zou zijn. Omdat er al 4 veranderingen zijn gebeurd. Denk je echt dat je fans zo gedetailleerd gaan kijken? Nee, maar ik had tijd te veel, dus ik heb erover nagedacht. Zijn wij nu momenteel ook zo nog een vraag? Allee, dat is mijn vraag. Ik heb er maar één, denk ik. Ja? Misschien komen er later nog meer, maar momenteel. Zijn wij nu live iets aan het doen of zo? Nee, we zijn niet live. We zijn niet live. Het komt achteraf online. Ja. Dus als je je diepste geheimen zegt, dat kan uitgeknipt worden. Okay. Dus als ik normaal gezien monteer ik niet, behalve als iemand zegt, van, dat is ook echt wel raar eruit, dan doe ik het wel eruit. Of als iemand iets zegt over nazi's of zo. Nee. Dat is voor de mensen op Patreon. Ja, je moet een keer horen van hoeveel vrouwen dat Louis... Als de mensen de podcast willen sturen, www.patreon.com/kapodcast. Bedankt, Reine, dat je zelf al begint. Voor alle nazi-stukjes over Kevin. Ja. Nee, ik weet daar gewoon veel van. Ik heb mij daar wel eens in verdiept of zo. Ik vind ook trouwens dat... buiten het feit dat gans het politiek systeem moet veranderen en ook het onderwijs uiteraard, en dat we deze kans moeten aangrijpen. En als we dat niet doen, dan zijn we echt een bende fucking losers die misschien zelf geen tweede kans verdienen als mensheid. Maar ik zou wel even er willen op duiden dat we vanaf... Allee, wij niet meer, hè, maar dat de jeugd gewoon dringend moet onze echte geschiedenis van België leren kennen omtrent de Congo en de Tweede Wereldoorlog en zo. En de Eerste Wereldoorlog. Heel belangrijk allemaal. Kevin, ik zou op u stemmen. Ah, wel, maar wacht, ik heb nog... Ja, wacht, maar we zijn nog niet aan de vragenronde begonnen en ik begin hier al volledig van alles te vertellen of zo. Maar ik heb dat vandaag wel bedacht, ik heb dat besproken met mijn broer. Ik denk dat ik wel klaar ben om een verlicht despoot te worden voor België dan, weliswaar. Ja. Dus ik denk dat ik wel de regering zou omver willen werpen en dan mijzelf voorstellen als zijnde... Dictator, maar wel echt met humor. Weet je, zo, met een warm hart en al. En ik denk dat dat wel, ik denk dat dat alleszins beter is dan wat dat er nu de fok aan de hand is. Want iedereen vergeet ook, door gans die coronatoestanden, en dan zwijg ik erover over politiek. Wij hebben nog altijd geen regering. Wij hebben steeds geen regering. En op de moment waarop dat we het hardst van allemaal nodig hebben, en die mensen zijn nog steeds... Nog steeds, als ze aan het woord zijn, zijn ze nog steeds elkaar aan het afschilderen als slechteriken en de schuld op elkaar aan steken. Maar het komt erop neer dat het gewoon een bende kinderen zijn. Nee, eigenlijk niet. Gepensioneerde dinosauriërs die echt al lang niet meer mee kunnen met de dagentrein van vandaag. Dus voilà. Ik zou zeggen, alles omverwerpen, een nieuw systeem. Dat is goed.
Nog geen een team van 10 denkers bij elkaar. Jonge mensen die opgegroeid zijn met Google en zo. Ook geen spindokters niet meer. Dat moet allemaal niet meer betaald worden. En voilà, we zijn vertrokken, weet je. Ik vind het grappig dat je dat zegt, van gewoon omverwerpen. Omdat er zo'n quote is van de SS, dat zegt van, als je een bepaalde positie wilt als, in onze society en al, pak het dan gewoon. Gewoon pak het dan. Just do it. Omdat het kan. En ik vind ook dat je een thema bent, want je praat over nazi's en al, en je hebt zo een horizontale versie van zo die joden-outfit. Ja. Dat vind ik behoorlijk ver of diep of verregaand, maar dat is eigenlijk echt letterlijk mijn matrozen-t-shirt van mijn outfit van kapitein Kiekenhoog, zie je? Dan ben ik te ver gegaan. Je bent te ver gegaan, man. Maar, ja, dat is daarom dat je tegen was met een filmpje opgenomen van kapitein Kiekenhoog. Van Kevin Bellemans. Ja. Ik heb juist mijn derde filmpje, ik was het juist aan het maken nu. Ik kende dat nog niet, maar ik ga dat opzoeken. Ik ga dat ook opzoeken. Moet dat zeker eens bekijken. Ook als je kinderen hebt, kun je samen kijken, want het is wel voor kinderen en hun volwassenen eigenlijk. Ja. Zo een beetje humor voor beide. Ja, dat is toch altijd de norm, niet? Zo like SpongeBob. Dat zijn degenen dat verdienen, hè. Bijvoorbeeld, ja. Maar dus, wacht, we zijn aan het afwijken, heb ik de indruk. Staatsgreep, ja. Wat ik wel nog even zo knap ging zeggen. Oké. Dat ik aan het denken van mijn afrond is redelijk... En ik had daar zo een lege ruimte. Ik heb er gewoon een blad gehangen. Om zo dat lege strook te vullen. Ja, dat is ook een lege strook. Een wit blad op een witte muur om plaats te vullen. Ja. Ik had zoiets van, hier brandt de lamp, begrijp je? Zie je? Ja. Omdat dat ten eerste te weinig licht is, en ten tweede, dat heeft wel iets artistiek of zo, niet? Met een zonnetje in huis. Als je zoiets informatief zegt, dan moet je dat boven je kop doen, is dat gelijk een lightbulb. Zo. Ik heb een idee. Ja, voilà. Ja. Ian, zeg eens mee aan het tanken. Je woont in Aalst, toch, hè? Ik woon in Aalst, ja. En zit de politie daar nu met drones over te kijken of er iets vergeten gebeurt? Ik heb daarvan gehoord, maar ik heb er toch nog geen gezien. Maar ik denk niet dat... Ik denk niet dat zou goed komen, drones hier bij ons. Ja. Ik denk, als er, in mijn wijk tenminste, als er te veel gezien worden, mensen zouden in opstand komen. Ja, dat zeg jij van Aalst. Yes. Geboren en getogen. Ja, klinkt gelijk als niet Oost, dus nee, wacht, nee, je klinkt gaans niet gelijk van Oost, of zoiets. Oh, ja, dat is journalist, hè. Ja, dat is getraind. Ah, oké, ça va. Maar je bent wel van Oost. Ik ben wel van Oost. Bier aan jou en bier mijn schoen. Hey, we hebben hier een liefhebber, Louis. Oost aan bier mijn schoen. Ik ben een beetje van Oost-Vlaanderen nog zo, van ja, Vlaams-Brabant eigenlijk, maar ook wel toch wel een paar keer naar carnaval gegaan en dat is blijven plakken, man. Ja. Dus we hebben een Aalst-liefhebber, Louis. Nu zijn we met evenveel. Ja. Ja. Ah. Ik dacht wat popringen. Dat is nooit... Zalig. Gewoon uit nieuwsgierigheid. Wat is er ooit buiten dat Poperingen gewoon fucking cool is, maar wat is er daar ooit gebeurd in Poperingen? Om zo eens zo even iets te zeggen. Zo. Ik voel me lichtjes beledigd. Ik dacht, ik lees hier de meest absurde podcast-aflevering. Ik dacht, alles mag, alles kan. Ja, zeker. Dirk Vriemond is de eerste Belg in de ruimte en dat is een Poperingenaar. Mag ik wel even zeggen dat jij echt... Oké, niet 2 druppels, maar toch 6 druppels water op Dirk Vriemout lijkt. Zo'n jonge Dirk Vriemout of zo. Nee? Oh. Ja? Pas op, ik weet niet. Ik weet zelf ook niet of dat een compliment is of zo, maar nu dat je het zegt zo, Dirk Vriemout, ah wel, ja. Ja. Ik zie toch een beetje trots in je ogen, Reiner. Dat is een Poperingse astronaut-genen. Toch? Ik denk dat wel. Ik denk elke goede astronaut komt van Poperingen, godverdomme. En daar komt meten in het water. Wat? In Poperingen? Ja. Oh ja, we moeten een getal pakken. Ja, oké. 5. Juist, ja. 5.
Stel dat we in een wereld leven... Wacht. Aan wie wordt deze vraag gesteld? Want we zitten hier met vier. Hè? Aan iedereen. Je mag... Oké. Stel dat we in een wereld leven waarin dat katten de munteenheid zijn. De munteenheid? Ja. Dus je ruilt een kat voor... Ja, goederen en diensten. Ja. En dus, wacht, heeft een kat en krijg je soms zo een beentje terug? Of als een ganse kat? Of in stukken? Een kat, een ganse kat, levend. Ja, maar wordt er weg naar Wessel gehaald of niet? Dat is gewoon... Ja. Oh shit, ik heb dat niet aan gedacht. Wat ik vind dat belangrijk. Ik vind Wessel gehaald belangrijk. Ja. Ja, want dat is, ja, Louis, dat is ook een West-Vlaming, hè. Je kent wat dat ze zeggen, hè. even nadenken. Kat als munteenheid. Mag ik? Ja. Ik ga direct antwoorden, hè. Ja. Dat is zo'n beetje juist hetzelfde als weten dat je binnenkort wel terug op straat mocht, maar dat je altijd en overal van die plastieke handschoenen en mondmaskers moet dragen. Een beetje juist hetzelfde. Mocht de kat de munteenheid worden, dan leef ik liever niet meer, want ik ben allergisch aan katten, weet je. Dat is een kut. Dus voor wie is dat een probleem? Maar als nu de euro de kat is, wil dat dan zeggen dat de frank van vroeger, dat de honden waren? Wat? Dat is een slechte analogie. Ah, oké. Ik weet niet, het zou veel gedoe zijn. Hoe ga je ze van een bankautomaat afhalen? Is dat gelijk een asiel? Een asiel, ja. En het feit dat katten sterven zou ook helpen tegen de inflatie. Mm-hmm. Is dat een tweede vraag? Of... Ik weet niet, het is erop verder. Ja, en op welke manier? Ja. Maar ik hoef vergeten wat inflatie wil zeggen. Dat kan goed zijn. Op welke manier? Wacht, zonder zeven. Ik was even zelf aan het denken van... Wacht, inflatie. Wacht. Oh, shit. Oh, hey. Dus de eerste vraag en zijn kot stort al in één, hè. Wacht. Inflatie, inderdaad. Wacht, hè. Dat is bijvoorbeeld... In Duitsland was er zoveel geld gedrukt dat het geld eigenlijk minder waard was. Dus dan ging ze gewoon met een kruiwagen vol met geld naar de bakker voor één brood. Omdat het geld niks meer waard was. Maar in uw wereld is er dan een tijdslimiet voor wanneer dat je je geld gaat uitgeven? Want als een kat dood is, dan kun je niet meer iets kopen. Je kunt niet te lang sparen. Ja. Dus jonge katten zijn zeldzamer dan oude katten. Dus je hebt al sowieso een verschil in waarde van in dat geld. In nog die van ras? Of niet? Ah ja. Oh. Jij moet je racistisch maken. Hè? Blanke katten zijn beter dan zwarte katten. Hè? Is het naar daar waar je wil gaan? Maar ja, zo een vuil... Zo'n... Als je mag kiezen tussen een mooie 50 cent die blinkt, of zo een vuile 50 cent, maar ik weet niet wat dan, ga je toch kiezen voor die mooie 50 cent. Dus misschien met katten had er ook wel zo voor een Brits kort haar gekozen worden in plaats van een lelijke lapjeskat met drie poten. Maar dan kun je toch ook zo'n vervalsing doen, want als je kat een mannetje is... En je laat die gewoon met het vrouwke super hard bangen, dan maak je geld. Je drukt zelf geld. Ik kan je eigen geld maken. Dus dat is ook dan een soort illegale praktijk. Dat de overheid alle katten castreert en niet gecastreerde katten zelf bijhoudt om zelf geld te drukken. En omdat dat zoveel werk is, zal er nieuw werk ontstaan van een kattencastreerder. Omdat dat nodig is, want het is ons geld. Nee, maar dat zijn dierenartsen, hè, dat bestaat al, hè. Die doen dat gewoon. Hè. Ze zouden meer toch nodig zijn, want als je van elke kat, als dat geld wordt verspreid, gaan er veel katten zijn. Hè. Kijk, hè. Allee, voor mij is het simpel. Ik doe niet mee dan, ik pleeg zelfmoord, want ik ben allergisch aan katten, uit mij maakt het niet uit. Dus echt dikke kak dan, want iedere keer als je... Dan aan alle katten, of is het dan gewoon aan de kattenhaar? Dus dan naaktkatten, dat is wel allemaal. Ah ja, ah wel. Maar dat is grappig dat je dat wel zegt, want dat wil ik nog even in de groep gooien. Ik ben wel een grote fan van naaktkatten. het synoniem voor geschoren poezen eigenlijk. Of wacht, hè. Nee, toch? Ja, een naaktkat is een geschoren poes eigenlijk, als je het zo bekijkt. Ja. Nu,
helemaal niet vulgair of seksistisch ja, gewoon, ik wil dat niet zijn en ik ben dat ook niet. Maar ik dacht van, ik lees maar... nog steeds de meest absurde podcastaflevering, dus ik dacht, gooi je terug in de groep, weet je. Maar ik bedoel, sorry, hè, maar alles wat hier vanaf nu gezegd wordt, het maakt eigenlijk niet uit, want wij hebben echt een paar dagen geleden een Amerikaanse president, Trump, horen zeggen dat fucking bleekwater in uw longen spuiten, dat misschien wel de oplossing is. Dan denk ik van, wat weet je wat? En vanaf nu ga ik ook gewoon alles zeggen wat ik denk. Alles. Voilà. Het maakt geen hol meer uit. Als een van de machtigste mannen op aarde dat kan zijn. En, ja. En er toch ook blijkbaar, de wereld een beetje... Wat ik schokkend vind, is dat mensen nu pas komt de reactie vanuit overal van de wereld, verschillende landen en zo, van, allee zeg, wat zegt die mens nu? Die is daar al 4 jaar mee bezig. Die is daar al gaan leven mee bezig. Dat is de machtigste mens geworden van het Westen. Dus dat je denkt van, hè, wat? Wacht en de grootste meme. Ook al. Maar, het is ook... En de lelijkste mens ook wel. Allee, laat ons wel zijn, kom aan. Hey, maar even om verder te gaan op je naaktkattenliefde. Ja? Ik ben zo de naaktkatten een beetje als de nudisten van de dierenwereld. Maar ze doen er niet om. Ja, ik weet het. Ik heb altijd als ik een naaktkat zie ik die poseren. Dat is de enigste kat die ik zie poseren. Dat is altijd zo... Ah, ja, ja. Ja, die poseren. Ze poseren meer. Ik denk dat ze naar u zien. Ze doen het allemaal. Katten zijn echt katten. Op dat vlak... En ik ben gewoon... Ik kijk er graag naar. En vooral zo echt een zwarte kat die zo af en toe zo wat... Zo die schouderbladen die zo als ze zo aan het sluipen zijn. Dat is precies een kleine panter, weet je. Dat is precies zo wildlife in iemand zijn hof. Maar het zijn wel echt kattige wezens die nogal eens... Flashback naar de podcast aflevering met jou apart. Ik denk dat je dat ook al hebt gezegd. Ook al? Terug over katten? Ja, ik denk dat een van... dat was met dat boek ook, hè. En een van de vragen in dat boek, van die dilemma's, was kat of hond. Ah, ja. Ik ging ook dat in die uitdaging geven van, ja, een kat dat zo beweegt. Ja, en ik herinner me dan nog. Wie is er hier kattenmens of hondenmens? Ik kies voor katten. Ik ben een eendemens. Een eendemens? Ja, ik heb eend is mijn favoriete dier en ik zou later op mijn pensioen een eendenboerderij willen starten. Ik geloof u niet, sorry. Tuurlijk wel. Nee. Dat zijn awesome beesten. Zijn u eens eerlijk, wat is uw lievelingsdier echt, maar echt? Nee, legit, de eend. En ik zal u zeggen waarom. Iets wat dat uw kat niet gaat overtreffen. Dat is het enigste dier dat kan vliegen, op land kan stappen en op het water kan. Bam, superhero, Marvel. Ik kan daar inderdaad wel even... iets op aanvullen, want ik zag dus in een van mijn fietstochtjes, wat ik wel regelmatig doe tegenwoordig, aangezien de fucking COVID shit. Ik was onlangs in een park waar ik nog nooit geweest was. Daar gaf het niet om. Maar het was wel een tof park. En ineens, inderdaad, komt er ineens zo... En die waterskiet zo even. En dat is gewoon fucking... Ja. Ik had dat nog nooit echt van dichtbij gezien. Dat is fucking cool. Want dat is supercool. Ja, dat is een watervliegzweefvliegtuig ding. En dat is een soort van amfibievoertuig op zijn eigen, alles in elkaar eigenlijk. Super beest. Cool. Dus ene zijn wel, ik snap het wel of zo. Mm. En bij u, Louis? Ik? Ja. Ik weet het niet, maar ik vertel, ik vannacht heb gedroomd over een hond. Oh, dat wel, ja. Ja, en ik had een bijna een droom vannacht, maar echt. Over uw hond? Of als ik als... droomde dat ik in een zaal zat. En Lucas V was aan het optreden. En dat irriteerde mij dat ik zelf niet aan het optreden was. En daarachter werd ik aangevallen door een hond in de foyer. Ja. En had die hond een mensengezicht? Hm? Had die hond een mensengezicht? Want meestal kunnen ze zeggen dat zo, hè, omdat dat zo'n angst is. Nee, maar ik had veel aan de armen. Want ik was aan het vechten en je had dus helemaal omhelst die hond. En ik dacht van, wat? Hoe kan dit? Ja. Heel lange armen. Nee, maar dat is echt. Ja, jongens, wil er eens iemand een getal kiezen of zo? 3 - 2. Dat is 1. Ja. Oké. Okay. Dat vind ik wel een leuke. Het is één dat ik een keer heb gezien op Reddit. Mag ik even zeggen op mijn verhaal van die vroeg? Gewoon. Ja. Ik dus ook
een droom had over Lucas Lely, dus ik weet niet waarom dat nu terugkeert gegeven is in mijn dromen. Ja, en dat ik ook telkens ruzie heb met die man. Je hebt natte dromen van Lucas Lely. Nee, ik krijg telkens ruzie met die man. Ah, met Lucas Lely? Ja. Ah, maar ja, ik weet wat dat is. Jij wilt toch een... Jij bent toch comedian ook? En dat is toch je ding? Jij wilt daar toch graag echt goed groot in worden? En daar moet je ruzie maken. Nee, en je ziet allemaal als competitie en je denkt van, ik wil ze allemaal elimineren in je droom. Zo'n haantjesgevecht. Ja? Ja. Hij zegt gewoon je concurrentie in je droom aan het elimineren en ik respecteer dat. Ja, nee, zeg maar de volgende vraag. Vraag 1, ja. Dus, dat was één dat ik online een keer heb gezien. Ik vond dat wel een leuke. Stel dat je dus een kubieke meter, van 1 op 1 op 1, aan materie kan laten verdwijnen. Waar zou je dat doen op aarde om de meeste chaos te creëren? Je kan dus materie kunt veranderen. Een kubieke meter, ja? Alles wat dat erin zit, kan laten verdwijnen. Ja, ik weet het al. Trump's ambit. Ik zou, weet je wat, ik was ook aan Trump aan het denken, maar aan zijn haar. Omdat ik denk dat hij dan zo getriggerd zou zijn dat hij een oorlog zou beginnen. Maar nee, hij zit daarmee in toch, hè. Dus hij is verdwijnt, toch? Of ja, dat kan. Ja. Zou er dan meer chaos ontstaan? Of enkel zijn hoofd? Ik denk dat vele mensen gewoon blij zouden zijn. Oké, ja, het is misschien... Het is niet sportief om direct... om alles, het is te gemakkelijk eigenlijk om Trump weer... Kan ook bijvoorbeeld... een glasvezelkabel of een belangrijk deel in de kerncentrale. Ja, maar mijn antwoord is Trump zijn haar. Want hij zal zo daar kapot van zijn dat hij zo de schuld steekt op Noord-Korea of zo. Hij begint oorlog, chaos. Dus dat... Oh, ja. Ja, dat weet ik niet. Een van die antwoorden op Reddit was... Maar ja, als, we moeten geen andere antwoorden toch weten. Allee, dat is... Maar die andere antwoorden zeggen dat we andere mensen hebben gegeven. Dat die wel ook een beetje rond ons draait en onze geniale antwoorden, toch? Oh, meneer Tjegast, hier is kunnen wij daarop verder bouwen als inspiratie? Ik heb tot toch toe, alleszins, ik spreek voor mezelf, ik heb hier geen geniale antwoord op momenteel. Dus laat maar eens horen, hè. Spannend. Nee, zeg maar, ja. Tell us. Een van de antwoorden dat ik het best vond, was op het moment dat de paus een speech geeft... Laat hij zijn hoofd verdwijnen. Dus hij sterft. En de mensen gaan zich daar niks van verstaan. Ze gaan denken van... God heeft de paus vermoord of zoiets. En wereldwijd gaat dat wel... Een heel geloof kelderen. Ja. Ja. Of, ja. Of als nu... Een vezel en heel de internet gegeven wegdoet, dat er geen internet meer is. Maar dat zou nu echt niet goed zijn, want ik bedoel, het internet is wel gebleken dat nu dat internet nu echt wel een lifesaver is op heel veel vlakken of zo. Uiteraard weer heel veel bullshit, maar ja. Mens, dit is de enigste manier voor mensen om met elkaar terug nog in contact te staan en elkaar te zien en te skypen, gelijk wat wij aan het doen zijn. Dus dat vind ik nu wel... Nu, internet, je kunt er veel over zeggen. maar nu blijkt het wel momenteel even een goede uitvinding, denk ik dan. En natuurlijk porno, hè, jongens. Laat ons eerlijk zijn. Kom, maar. Tuurlijk. Maar ik ben ook wel een fantasiegast, dus op zich heb ik dat niet altijd nodig. Nee, niet altijd, maar ja. Ah, ja. En Reinert, om verder te gaan op je paus-statement, zou dat dan ook effectief zijn? Dus gewoon als de paus kinderen aan het zegenen is, zijn kleren, gelijk, wat voor controversie zou je dan starten? Als je gewoon zijn kleren zou laten verdwijnen dan, op dat moment? Ah, maar dan is het enkel zijn kleren, maar ik heb het eigenlijk over 1 kubieke meter van alles dat erin zit. Ah. Dus ik kan niet enkel het haar van Trump doen, maar echt een kubieke kubus. Ik vind dat wel... Ja, ik weet niet of ik dat... Oeh, zeg jij nu... Wacht, jij werd daar juist schuim aan het drinken, nu zeg je Stella Artois aan het drinken. Ja, maar het is op. Ja. Voorbereid. We zijn half uur bezig, je drinkt haar op. Maar ik drink normaal nooit en nu is het zondag. Laat me doen. Tuurlijk. Ik ben zat, laat mij gerust. De mens moet niet sterven, hè. Dat zal wel.
een beetje los te komen. Ja, wat? Wacht. Ja. Ja. Heeft, ja? Heeft er nog iemand, heeft iemand daar nog een onwaarschijnlijk straf? Hassan, wacht even. Zonder zeven. Ja? Over dus een drankje gesproken. Louis, je hebt dat ingecalculeerd tot 10 uur in? Of zo, of hoe lang? Ja. Is dat goed dat ik even zo een kwartiertje weg ben, even naar de nachtwinkel? Want om 10 uur sluit hij en dan... Ja, is goed. Ça va. Je hebt gezien hoe lang dat wij hier toch kunnen zeven. Dus het zou van zeker niet eens opvallen dat je zo lang weg bent. Ah, wel, ik denk dat ook. Ik denk dat echt best wel gaat meevallen. Maar als ik dat niet doe, dan ja. Ja, maar begrijp het, hè. Allee, ga maar. Geen probleem. Ja, maar nee, maar je moet wel... Meen het wel, hè, gast. Ja, maar meen het ook. Nee, want ik heb het gevoel dat je zegt van... Ja, nee, Mossava, doe maar. Maar dat je toch zoiets hebt van... Ja. Als ik weg ben, dat je dan zegt in de groep van... what the fuck, man. Nee? Dat is niet maar cool. Als ik geen drank meer zou hebben, zou ik ook gaan? En ik wil om 11:22 naar buiten gaan om de Starlink-trein te zien. Ah, passeert die? Want ik heb het al 2 keer gemist. Wat? Ah, ja. Is dat ja. Is dat nu terug? Dus elke dag een beetje. Maar per dag gaan die satellieten meer verspreid uit elkaar. Ah, dat is wel dat wordt per 60 gelanceerd en dan verspreidt dat beetje per beetje meer. Oké. Okay. Ja. Ik ga toch eens kijken ook, want blijkbaar is het toch wel iets speciaals. Ja, ik ga het doen. Voor mij is dat 11:22, maar het is zo overal een beetje anders. Nee, maar dat gaat perfect lukken. Maar ik zeg het, ik ben eigenlijk nog geen 20 minuten weg, weet je. En jij dat doe maar verder met een volgende vraag en zo, snap je? Oké, okay, super. Ça va. Zalig, ik ben nu weg. Ja, as we speak. Yo, tot ja. Dan blijft hier aanstaan, hè, tot ze bieten. Ja. Goed. Zeg, kun je dat nu geloven? Die Kevin is gewoon weg. Ik hoor je nou. Achter drank. Volgende vraag. Wat doen we naar de kubieke meter? Ja, maar vergeet nog iets anders zeggen. Ja. Ja. Ik heb nog dingen meegemaakt vandaag ook en zo. Ik wil het ook nog een kwijt. Anekdotes, ja. Doodservaring. Hm? Doodservaring. Ah, nee, dat verhaal heb ik al verteld. Ja. Ik had vandaag iets bijgedom opgemaakt. Dus ik was, heb 20 afleveringen of zo lang gedacht dat als ik iets toonde, omdat mijn beeld staat like, omgekeerd, dus ik dacht als ik iets toonde, dat je dat ook niet kon lezen. Terwijl dat is niet zo. Ja. Weet je, ik heb geen idee over wat dat je het hebt. Ja, maar het is niet. Het is ook niet zo belangrijk. Ja, ik wil het gewoon een keer gezegd hebben. Zeg, Louis, wil je even iets doen voor mij? Ik wil gewoon zien hoe dat het eruit ziet. Wil je even je webcam zo een headbutt geven? Huh? Een kopstoot aan je webcam. Zo. Oké. Omdat je naast naar ben, hè. Racist. Oké, dan content voor Louis, kies een getal. Ja, je hebt echt wel vaak een steen, precies, hè? Deze keer. Maar 2. 2? Ja. Oké. Stel dat je een dier de menselijke intelligentie zou kunnen geven. Dus, ja, hoe dat menselijk brein werkt, dat geef je ook aan een ander dier. Welk dier zou je kiezen? Maar met welke reden? Want je kunt ook een dier slim maken om als slaven te maken. Ja, want het kan ook gevaarlijk zijn. Ja, wel, ik wil niet dat hij mijn eigen gezicht opblaast. Maar je moet een dier kiezen. Want eend is bijvoorbeeld mijn lievelingsdier, maar ik zou dat die kracht niet geven, omdat dat dan te perfect zou zijn. We zouden dat niet kunnen verslaan. Eenden zijn dan te superieur. Maar voor het apen, dat zou Planet of the Apes zijn. Ja, maar een Planet of the Ducks zou nog gevaarlijker zijn, denk ik. Dus maar een eend kan je omver schoppen. Ja, al wel. Dat heeft geen duim. Ja, maar nee, maar als ze zich zo laten vallen uit de lucht, zoals ze, kamikaze. Nee, en dan ook duikboten uit het water, zo. Stel dat eenden de mens dat gevangen houden, ze steken trechters in onze mond, en ze maken een foie gras van mensen. Hey. Als wraak. Als de eenden overnemen, ik ben de eerste mens dat gaat collaboreren, hè.
Ik slaat mij aan hun, dan dag mensheid. Het is genoeg, hè. Oké. Okay. Dat is een strategie. Maar wacht, welk dier nog? Oh, de goudvis. Gewoon. Het meest lompe dier dat niets kan. Daarom... Maar dat is slim, hè. Ja, ik ben voor de underdog. En de goudvis is qua intelligentie de underdog van het vissenwereld. Ja. En ik respecteer dat. Ik wil je helpen. Maar verdient die diersoort dan mensenrechten? Ja. Op een aangezien wel, hè. Heeft maar die goudvis recht op onderwijs? Waarschijnlijk wel. Want die zou... die zwemmen toch al in een school? Ja, want... Oh mijn. Ja. Maar ja, sorry, maar die was te makkelijk om te maken. Die was te boeiend aan het leggen, dus ik moest dat maar maken. Die goudvis zou ontdekken van... Oh nee, ik ben echt niet van goud. Zou dan kei teleurgesteld zijn over jezelf en een slecht zelfbeeld hebben. Dus dat zou dan ook wel het negatieve kunnen zijn daaraan. Ja. Veel... Oh. Pardon. Hé, hey, maar dank je voor. Kijk, ik had de aflevering bekeken, hè. En de eerste die boeit was ook gereinigd. Dus dat is blijkbaar een kanaal van reinigd. Deze keer rook ik lasagne. Klopt dat? Wat was de vorige keer? Ik weet niet, maar nu is het lasagne. Klopt het? Nee, het was stokbrood met brie kaas. Oké, okay, maar kaas, lasagne, brie... Oké, okay, ik vind het close enough. Nee. Gewoon nee. Maar oké. Okay. Dus de goudvis, dat is mijn antwoord. Ik zou toch voor de okapi gaan. Okapi? Ik ga even naar Google Images. Ja, wat is een okapi? Is die wat okapi is? Ah, dat is zo'n mislukte zebra. Ja! Ah, dat is waarom? Dat is toch een benzotier? Maar waarom zou je dat krachten geven? Dat lijkt precies op een giraf. Dat is lekker een geglitchte zebrapaard giraf. Ja, dat is het. Maar dat is toch geniaal? Dat is van een videogame. Dat is lekker een vogelbekdier met een anders. Hé, maar vogelbekdier zijn ook raar. Ik betrouw dat niet. Omdat ik denk dat gemuteerd is. Nee, Het is daarom dat je het zo graag hebt, Louis. Van uw oog is gemuteerd, zij zijn gemuteerd. Ja, ik heb het nog niet met die beesten. Voilà. Ik kies voor het waterbeertje. Waterbeer? Ja, dat is het onuitstekelijk dier, dat is, toch? Ja, onverwoestbaar zeker, hè. Dan doet de mensheid iets samen. Dan, ja. Dat kunnen we zeker niet winnen. Ik neem mijn woorden terug. Want ik denk altijd van dat ze een oorlog gaan doen, hè. Want wij mensen zijn zo... altijd klaar om een oorlog te starten met iets wat wij vinden als minderwaardig van ons. Dus als zij dat gaan doen... Oeh. Nee, ja. Ik ga mijn lichthuis pas aansteken als het helemaal donker is. Om zo aan te hangen aan die vraag, met welk dier zouden jullie nog een oorlog kunnen voeren? Met mijn welk dier? Ja. Een oorlog. De mensheid tegen... Tegen. Niet erop gaan zitten of zo. Nee. Ertegen. Maar we zouden winnen. Ja, tuurlijk. Dus de mens heeft al gewonnen. Ja, dat is juist. Maar als het zo intelligentie had, gelijk ons, tegen wie zou je vechten? Ah. Ik zou wel bang zijn van mieren. Ja, mieren zijn slim. Ah, nee, ik ging zeggen, ze zijn georganiseerd. Maar als je ze menselijke intelligentie geeft, gaat hun mierenintelligentie weg zijn. Gaan ze dus dan niet misschien... ook ruzie maken en zo? Omdat dus ja... En dus dan gaat het nadenken, conflict en zo. Dus dan die gaan ze niet meer zo organisatie gaat het elkaar van. Ja. Hey, maar met mieren wilde geen oorlog gaan, want mieren die slapen niet. Dus die kunnen constant werken aan iets. Hoe is dat niet? Ja, mieren slapen niet. Ik had dat iets gelezen. Raar. Heb je het gelezen? Is dat het opgeschreven? Ik weet dat ik het visueel met mijn ogen gezien heb. Die statement. Dus vanaf dat er een werelddeel gaat gaan slapen, dan gaan de mieren... Die werken verder, ja. Die economie moet zot goed zijn. En ik denk dat een leer van mieren bijvoorbeeld wel kabels kan kapotmaken en zo. Hmm. Dus. Ja. Mieren zijn gek. Ik respecteer de mier. En de eend. En de eend. Want ik respecteer niet alle dieren. Maar zijn het mieren?
of niet? Ah, dus dat is, een clash voor mij dat ik niet wil meemaken. Do maar, ducks eat van. Ants? Will ducks eat ants? En wat is het antwoord? Als ze honger hebben, dan komt toevallig een op de weg. Oh ja, dat is soms wel een, maar... Kitchen Girl 94 zegt, my ducks will... Kitchen Girl 94. My ducks will eat them. Oké. Okay. Dus eenden eten mieren. Hebben jullie iedereen gelooft Kitchen Girl 94, oké. Ik heb ook... Kitchen, dus ja, ze weet veel van eten, want ze staat in de keuken. Dus voilà, ik geloof het. Maar ja... Ik heb ooit een mier gegeten als kind. Hebben jullie dat nooit gedaan? Levend? Ja. Want ik heb een ocht. Ik was er langs op internet gekeken van Kevin. En toen was het een regelmoment. Dus ik ga hem zo'n wel iets over vragen. Ja, ik heb wel ooit een mier gegeten. Dus ja, waarom weet ik niet, maar omdat het kan. Zeker. Maar ja, weten waarom dat ik hem opgegeten heb? Want als de mier de kans had om ons op te eten, zou hij het ook doen. Voilà. Dus eigenlijk is het gelijk. Maar als het nu een vegetarische mier is? Nee. Kom jong, die doen daar niet aan mee. Je ziet dat toch. Dat zal nog zwart zijn of wat? Er staan gewoon Jan. Oh, mieren zijn toch niet zo? Ja. Bruin of rood? Ja, toch zo rood. Ros. Dat zijn gingers. Mieren zijn toch zwart? Mieren zijn gingers. Dat zijn Ieren. Mieren zijn Ieren. Mieren zijn Ieren, dat is een mooie titel. Ja, hier, voor de podcast. Dat is de meest absurde podcastaflevering 4.4. Ja, maar mieren zijn Ieren, dat is beter. En dan is naar Amerika achter een mislukte aardappeloogst of zo. Ja. Ze zijn met te veel. Ja. Okay. Ja, en dat is een nieuwe Red Starline. Starline? Nou, ik heb ooit een keer in een museum geweest over Red Star Line. Dat ik een boot, dat is zo'n in de oorlog, mensen naar Amerika voerde. Je was geïnspireerd op een mier of zo? Nee. Ah. Het gaat nu gewoon over Ieren. Ah. Nee, ik ging op naar Amerika gaan, dacht ik. Ah, de Ieren. Dat was mijn associatie met de Red Star Line. Hey, maar als er een groente is om naar je eigen te benoemen, dan is toch wel de aardappel het beste. Ian. Ja? Nee, dat zo de aardappel Ian noemen of zo. Ah. Ja, de aardappel Ian. Maar ja. Als je kijkt naar de vorm van Ian zijn hoofd, dan... Hallo! Oh, hey. Ha! Ik ga eerst even mijn handen wassen, nou, jongens. Ik kom direct terug, zowel. Ja, zowel. Zalig! Oké. Okay. Heeft dat onderwijl opgedrongen. Hoe waren jullie niet verschoten? Wat? Jullie waren niet verschoten, hoe kan dat? Waarom? Omdat ik niet rap zit. En tussen Kevin Bellemans, ik verwacht alles van die man. Dude, ik verschoot mij dood. Ik verschoot mij dood. Nee, ik verwacht alles van Kevin Bellemans. Dat is, Ik wil wel weten welke groente dat Kevin zou kiezen om Kevin te noemen. En dan gaan we naar de volgende vraag. Maar ik heb niet antwoord op die vraag. Welke vraag? Ik zal zeggen met de volgende vraag. Welke groente zou je zo kiezen om je naam te geven? Is dat een serieuze vraag? Dat is geen serieuze vraag, dat kwam van Ian. Ja, maar antwoord toch maar. Maar dat is wel een serieuze vraag van Ian. Ah ja, antwoord toch maar. Ah ja. Ik zou gaan voor de... Prei. Prei, ja. Als er één groente was dat ik met u zou beschrijven, dan is het wel een prei. Eigenlijk heb je gelijk. Ja. En jij, Reinert, jij zou een asperge zijn, denk ik. Aubergine. Oh. Do you want to make a statement? Aubergine. Ja, oké. Dus Kevin gaat die vraag ook beantwoorden. Ja. En die gaat ook beantwoorden of het in de regio moet opgegeten of niet. Voor mij echt af. Ja. En hij gaat vragen. Maar ik was wel langs. Allee, dat juist eigenlijk echt voor een kwartier voor de podcast. Allee, dus voor 18:30 eigenlijk. Was ik wel nog naar wat films aan het kijken van Kevin Bellemans zijn... Instagram, omdat ik zag dat er nog wat nieuwe dingetjes op stonden. En ik had gezien dat hij een regenworm had gegeten. Alleen maar het was like zo... Mijn mond tegen dat misschien niet zo was. Dus ik vraag mij af of hij dat wel of niet heeft gedaan. Het is een mystery. Ik vrees dat het een antwoord gaat zijn ook, maar... Oké.
Ja, ja, ja. Weet je, het is trouwens super moeilijk om te drinken als je kaak nog half verdoofd is. Ja. Ja, het is ook... al heel de tijd aan het doen, maar ik drink veel trager dan anders, omdat mijn kaak is verdoofd. Ik vraag me af, dus van die pornosterren, hè? Ja? Die, soms hebben die zo van die verplichte shooting days. En als ze dan een keer daarvoor dan naar de tandarts moeten gaan, ook zo'n een lompe muil hebben, zo'n lamme muil, of dat die dan ook gewoon moeten verder doen. Dat ze daar zo rond zitten en hun bek zo... Ja, zou het dan niet thuis beter zijn zelfs, als ze wel verdoofd is? Ik weet dat niet. Is een tandarts een dokter? Huh? Is een tandarts ook een dokter? Een tandarts... Een tandarts. Mijn moeder noemt zichzelf niet echt arts, maar dat is wel tandarts, ja. Maar kan in ieder geval, Kevin, ik had een vraag voor jou. Nee, ik wil... Maar wat dat hem even verder zeggen. Kan een tandarts een doktersbriefje schrijven? Op zich wel. Ja, maar ik weet niet of dat zo illegaal is. Maar mijn moeder heeft dat soms al gedaan. Ja. Maar, als je het woord ontleedt, tandarts... Ja, een tandarts is een... Maar ja, ik ben nu medische geheim aan het verklappen, dus ik ga de rest daarover zwijgen. Is een gynaecoloog? Een soort Patreon. Ja, nee, ik... Ja. Een tandarts is sowieso een dokter, want stelt dat... Een tandarts, een tandboer zou zijn. Ik denk dat je echt zou afzien bij een tandboer, weet je? En niet bij een tandarts. Hey, maar zo gelijk een tandboer zou tanden oogsten. Of tandhoer, of zo. Ja. Oh. Ik denk dat dat echt niet zo goed zou zijn om... Of tandvoetballer. Auw. Auw. Begrijp je? Ja, en, ja, het is dus niet opgevallen dat je weg was. Zeg, zijn jij wel vertrokken, Kevin? Ah ja, nee. Oh fuck, dat is juist. Ik moet naar de nachtwinkel. Jongens, tot ze biedt, wacht even. Hey, maar Kevin, de Louis heeft hier zitten roddelen over u, hè, maar niet... Nee, op... juist. Ik had gezegd dat ik een film had te zien. Zien jullie geen kat? Waarin dat je een regenworm had gegeten. Heb je dat dan echt gegeten, of niet? Ah, maar goed. Maar mijn kat zit op het dak en ik weet niet hoe dat ze daar geraakt is. Ah, oei. Maar ja, natuurlijk zijn er geen kat en mens. Je hebt godverdomme echt een kat. Ik heb er twee. Ah ja, voilà. Ja, maar ja. Ja, dat zijn we uitgepraat. Hè. Allee, hey, maar... Ik heb ook een border collie. Hey, maar ziet je ze even graag? Loopt die border collie ook zo op het dak? Nee. En daarom hou ik dus meer van honden als van katten, snap je? Omdat die niet gewoon onverwachts op het dak gaan zitten of zo. Maar dus ook wel tegelijkertijd toch wel meer van katten dan van honden, net omdat ze dus wel onverwachts op het dak gaan zitten of zo. Heel verwarrend. Dat is heel dubbel. Dat is dubbel. Ja, wat dat honden wel soms doen, sommige honden humpen je been. Ja. Dat is snel opgelost, hè, man. Dan moet je even storen wie dat een baas is. Hè. Oftewel, als je het lekker vindt, laat het gebeuren. En anders zeg je stamp in de kloot. Ja, want dat is, de hond is letterlijk aan het zeggen van, ja, jij bent mijn bitch. Dat is wat hij aan het zeggen is. Eigenlijk wel, ja, gewoon best een bitch. Ja, letterlijk. Ja. Ja, officiële term. Wat is reu in het Engels? Wat? Reu. Een mannetje. Roo. Nee, ik weet het niet. Is dat niet dat zwart meisje van de Hunger Games? Nee, laat maar. Kevin, wat, stel dat je een groente... Nee, mag wacht. Ik was eens aan het vragen over de regenvang. Heb je dat echt gegeten of niet? Wacht, hè. Maar wacht. Van dat filmpje? Van Hugo Hunter. Dat filmpje. Dat laat ik echt ik zeg gewoon dat ik ben niet vies van regenwormen of zo. Dus voilà. Vul het in, denk dat je wilt. Ik vind, dat is een nee. Oké. Heb je ze ook al in andere lichaamsdelen uitgeprobeerd? Nee. Dat kan, nee. Hè. Nee. Welke lichaamsdelen? Dat heb ik ooit al eens gezien. Ook al eens gezien. Zo'n bloedzuiger in een pisgaatje. Dat lijkt mij niet cool. Oh. Ja. Had het nog over porno of wat? Nee. Gewoon pisgaatje en bloedzuiger. Ja, misschien wel. Een bloedzuiger aan je penis. Dan kun je geen stijve krijgen. Want het zegt dat bloed uit. Ja. Moeilijk. Ik denk dat je gewoon ook niet aan seks denkt als er een insect in je pisgaatje zit. Er bestaan rare mensen. Ja, er bestaat van alles. Wacht, wil je nu iets opdichten? Of... Wat? Ja, wil je nu iets opdichten? Of...
Nee, maar nee, ik zeg het gewoon, van, er bestaat een fetish van alles. Dat is wel waar, dat is waar. Je hebt zo van die mensen die seks hebben met ballonnen en zo, dus dat is ook allemaal speciaal. Er bestaan video's van geanimeerde draken met auto's. Dat moet je mij eens uitleggen, wat dat daar de logica achter is. Maar geanimeerde draken met auto's. Seks met ballonnen, een condoom is ook een ballon. Er zijn mensen, dat is waar, maar zo echt met van die grote opgeblazen dingen zo, hè, en dan daar zo naakt gaan tegenaan schurken. Maar je hebt ook inderdaad, nu dat je het zegt, je hebt mensen dat letterlijk getrouwd zijn reeds met de Eiffeltoren en zo. Die echt verliefd worden op kermisattracties en al. Dus uiteindelijk moet je van weinig verschieten. Hè. Ja. Dus ja, om u dus te antwoorden op uw vraag, kat of hondenmens... Alles, doe mij maar alles. Zolang als ik mijn attractie trouw of zo, vind ik het wel. Ja, als die gelukkig zijn, ja, waarom niet? Ja, voilà, het is dat. Huh? Ja, een andere vraag was toch als je groente zou zijn, hè? Was dat niet ook een vraag bij je? Ah, ja, stel dat je groente mag vernoemen naar jezelf. Dus Kevin, wat zou je kiezen? Ik kies aubergine en Ian kiest patatten. Ian? Ja? Respect, wel. Dat snap ik wel. Omdat... Ja. Fucking patatten. Ik kon spray trouwens. Maar ja. Wat waren jij? Ik was vergeten. Ik kon spray. Oké, maar snap ik ook. Maar patatten is wel veelzijdig. Want je hebt puree, het kroketten, het frittige. Je kunt alles doen in olie, in water, gemoest. Ja, je kunt smijten naar iemand zijn hoofd. Je kunt alles. Maar spray is grappig. Een aardappelkanon is dan een Ian-kanon. Ja, hey, dat is heel veel alles. Ian-dag op u krijgt dan. Hè. Ja, de vraag is, gaan die katten en die honden... Dat is wat je zegt. Shit. Nee, een tomat dan. Maar dan zijn we er nog steeds niet uit. Tomat. Wat dat je zegt. Ja, je bent zo'n complexe. Je bent zo... Een tomaat weet niet of dat een groente of een fruit is. Dus je kent jezelf zo eigenlijk niet echt. Jawel. Maar je staat ook voor schizofrene. Ja, misschien wel schizofrene. Oh, ik had onlangs een vraag voor mezelf. Weet je wat dan misschien wel het moeilijkste van al moet zijn als wezen geboren worden? En dat is een schizofrene chameleon. Oh, dat ja, is juist. Toch? Dat moet toch waanzin zijn in je hoofd? Dan kom je niet meer rond. Hè. Dan is het gewoon van... Ik ben geel. Nee, ik ben niet geel. Ik ben zwart. Oh nee, what the fuck. Ik ben een kameleon. Nee, ik ben een dromedaris. What the fuck? Je denkt dat elke kleur een ander beest is. Ook al. Ook ja. Al. En je zet zelf al 4 of 5 beesten of zo. En de kleur dat je denkt dat je bent, weet je niet eens of dat het wel die kleur is, omdat je fucking schiet op in en kleurenblind bent. What the fuck, man. Ik ben blij dat maar dat lost het probleem op, want je ziet het niet. Ja, dan lost het misschien op als je kleurenblind bent. Dan is dat die min 1 en plus 1. Voilà. En wat gebeurt er als er 2 chameleons op elkaar gaan staan? Veranderen ze in elkaar? Maar heeft dat een basiskleur? Ik denk dat basiskleur, een chameleon, ja, sowieso. Hè. Sowieso. Ja, als 2 chameleons achter elkaar staan, gaat hij wel de kleur aannemen van de chameleon achter zich. Dat denk ik wel. Ja? Is dat bewezen? Weet je dat, is dat wetenschappelijk bewezen? Is dat waar of is dat gewoon... Als ik zeg dat denk ik wel, dan is het gewoon dat ik het wel denk. Ik denk dat is zo'n beetje hetzelfde gelijk van als je 2 mattentaarten in een kom zet en je pureert die, dan wordt dat gewoon 1 kapotte mattentaart. 1 grote kapotte mattentaart. En als je bijvoorbeeld je laptop neemt en je zet de Avengers op, en je pakt je chameleon en je zet op het scherm, verandert die in Iron Man? Volgende vraag. Ja, sorry. Jan. Sorry, echt. Ik vond het iets om over na te denken, maar is dat goed dat ik u binnenkort een mail stuur met mijn antwoord? Perfect. Kies een nummer. Nou, wie is het? Is er een rol aan beurt? Ik heb al gekozen, hij heeft al gekozen, Kevin heeft al gekozen. Het is weer aan Kevin. Ja. Nee, hey, weer al. Oké, dan, ik ga voor de fucking volle 10. 10? Heeft er iemand 10 gezien? Jawel. Is de volgende, is ook de volgende, wat heb je bedacht? Verenigd? Wat? Is de volgende, wat heb je bedacht? Gewoon, ja. Nee, willekeurig, ik heb vragen geschrapt of aangepast en geen volgorde. Hoe lang heb je meegestoten aan iedereen ooit? Ja. Hoe lang ben je daarmee bezig geweest, Kendert?
De laatste 4 dagen af en toe. Soms kwam dat. Dus alles bij elkaar 30 seconden of zo. Ik heb dat niet proberen te forceren. Gewoon van... Nee, maar je hebt gelijk. Dat is... Forceren is nooit goed. Nee. Ja. Ik moet dat maar een keer zeggen aan die vrouwen dat zo zijn van sexual harassment. Forceren is nooit goed. Zeg Kevin, wat is bij de nachtwinkel komen ze daar chocoladetaart. Ja, nee, van die voorverpakte brownie-toestanden, van wat dat eigenlijk van die boni-cholera-toestanden, hè. Hm. Maar dus, dat is verre van, dat is geen chocoladetaart. Ja, dat is toch altijd geen chocoladetaart, Kevin. Oké. Okay. Dus de ontgoocheling wordt telkens malen veel groter en dieper, Louis. Want iedere keer vraag ik het en ja, het gebeurt nog niet. Hè. Ik vind dat je zou moeten beginnen met bedreigingen. Okay. Ja, ik wil mijn chocoladetaart of... Wat? Louis, ik heb het gevraagd. Ze is er niet. Ik maak u kapot. Je sla. Voilà. Wow. Wat? Waarom is dat bedreiging tegen mij? Tegen die... ja, nummer 10 is een dilemma. Zou je nu 100.000 euro ontvangen in ruil dat voor de rest van je leven dat je altijd een stilo hebt die eerst amper schrijft en dat je zo van je oortjes of koptelefoon dat geluid soms wegvalt omdat de kabel er niet goed in zit? Tuurlijk. Wacht. Opnieuw? Ja, graag, ja. Dus, je krijgt nu 100.000 euro, maar voor de rest van je leven heb je balpennen die niet goed schrijven, dus ja, dat is frustrerend, en oortjes en koptelefoons werken soms amper, omdat de eerste paar minuten de kabel er niet goed in zit. Mijn antwoord hierop... Van twee slechte dingen voor één goed ding. Ja. Ik doe het, okay. Want als ik dat geld heb, dan betaal ik gewoon iemand om dingen op te schrijven voor mij. Maar, ja, maar 100.000 euro is niet zoveel, hè, man. Ja, nee. Maar zo een vluchtelingen of zo, hè, die doen dat goedkoop. Dus ja. Ja, oké. Okay. Maar kunnen die wel schrijven? Dat is misschien ook wel een belangrijke vraag, ja? Oh, racistisch. Nee, dat weet je niet, hè. Ik weet dat ook niet, hè. I say, take that fucking money and run. That's what I say. Fuck. 100.000 euro, het zal wel. Gewoon even op een cruise gaan, hoeren, drugs, best een tijd van je leven en dan gewoon sterven met een glimlach op je gezicht. En dan moet je nooit geen fucking bikne meer vastpakken of zo. Weet ah, voilà. Living life at the fullest. Ik had dan eigenlijk de vraag omgekeerd beantwoord. Wat over geen antwoord. Ze krijgt... Ze krijgt 2 oortjes, maar gaan we 100.000 euro geven? Of was om een keer antwoord? En wel, ja, stel dat sowieso heel je leven dat je kapotte stilos en kapotte oortjes hebt, zou je er nu 100.000 euro voor over hebben voor de rest van je leven op te lossen. Nee. En dan denk ik eigenlijk niet. Nee. Nee, moet je dan ook stilo's kopen, of krijg je die stilo's dan? Maar dan is het eigenlijk ook dat je vanuit je basissituatie dat je 100.000 euro moet afgeven. Terwijl omgekeerd is dat je er krijgt. Ja, maar dat is maar shit. Nee, vanaf dus... dat bij mij is iets van geld te geven, is het bij mij al van oh. Dat is Hij krijgt wel stuff. Wat? Wat? Je wel dingen krijgt. Ja, nee, je stilo's werken gewoon. Of nee, maar wel het kopen. Of... Ja. Stel dat het gewoon een vloek op je is, dat je stilo's niet werken en je hoofd kopt er even. Ja, ik heb die vloek gewoon, Ik heb een dilemma voor u. Hier, just on the spot. Je kunt een relatie hebben met je ideale crush. Degene dat in je hoofd het mooiste, het beste van karakter is, dit en dat. Maar de zwangerschap moet jij doen. Doe het. Ja. En ze zal ook in je leven alles doen voor u. Serieus? Zou jij een zwangerschap doen? Oh ja, want die vrouwen beschrijven altijd zo als een immense... Maar en dat is zo veel erger dan de griep? Ja, maar ik heb de griep niet, dus... ik weet niet. Ik fuck niet met zwangerschappen. Dus ik vind dat zoiets uitzien als zo Alien, die scènes uit Alien.
En, oh jong, oh, ik ben er al bang van nu. Dat is ook een vraag die enkel mannen kunnen beantwoorden. Ja, en meestal pak je ook voor de zwangerschap. Maar zou je het dan doen? Zou je zwanger worden? Ik ben zo mannelijk dat ik mij daar... Dat is te glad ijs voor mij. Ik spreek mij daar niet over uit, over zwangerschap. Ik zou het niet doen. Ik zou het niet doen. Maar wel, nee, maar terug even op die 100.000 euro. Heeft er iemand dus voor mij 100.000 euro nu? Of was de vraag? Ik snap het niet. Ik heb 5 euro. Oké, zalig. Ik heb... Payconic? Hoe doen we dat dan? Ja, Payconic is goed. Maar je moet wel zo'n stripper dans doen. Dan gaat dat zo voor de webcam zo flikken, zo, dat geld. Oh, het is helemaal donker gewoon om achtergrond. Ik ga mijn licht aan steken. Wacht. Voilà, licht. De vorige vraag van die crush is voor mij wel makkelijk, denk ik. Ik wil geen mag kinderen. Mag ik echt iets zeggen? Gewoon omdat het mij net had opgevallen, omdat dat super graag was. Is dat Kevin en Reine zijn mee weggevallen, zodat ik het volledig donker zat. Ik doe mijn licht aan. En op het moment dat ik me echt aandoe, waren die terug. Dus, het was... Time. Dat is dezelfde schakelaar. Ja, volgens mij is dat God. Dat geeft een teken. Toch? Ja, ik heb jullie licht gegeven. Blijkbaar. God is gunstig op West-Vlamingen. Soms. God is gunstig? Gunstig op West-Vlamingen. Ah, dat weet je wel. Gunstig. Maar... Louis? Ja? Mag ik gaan plassen? Ik ga snel naar de team. Ik ben. Ja, ik ben. Ik ben yoghurt vergeten, echt waar. Yoghurt? Ja, vanmorgen vroeg. Bij de banaan. Dus, oh. Ja. Nee, het is niet waar, het is niet waar, het is niet waar. Ja, wie eet een yoghurt met banaan? Allee. Dat is kei lekker, man. Nee, zo klein. Dus klop je dat daarin? Man. Ja. Je pureert de banaan. Oh, dat moet toch niet... Pureer banaan zo... Een pureerstamper. Ah, dat zou ik niet doen. Ik moet mijn bananen in vaste vorm hebben. Ja. Zeg, Ian. Ja? Om op een running joke van vorige aflevering terug te kijken. Hoe bewoog Bankra B terug? Bankra B? Ja, gewoon Bankra B. Met zijn voetjes zo, hè. Zijn kleine beentjes. Ik leef daar af en vindt, sorry. Ah, ja? Hey, maar het is uiterst accuraat en je weet het. Nee, omdat... Ik weet niet of dat je dat gemerkt hebt, Kevin, maar Bankra B is een dwerg. En op Google staat er dat hij 1,72 meter is. En ik geloof er niks van. Ik geloof er niks van. Onmogelijk. Ik heb geen... Over Bankra B heb ik echt geen mening. Ja, wacht, hè. Als iemand mij hoort, jullie bevroren. Ja, ik heb hij ook even... Ik zie iedereen nog bewegen. Ik denk dat dat is omdat Bankra B daadwerkelijk God is en dat hij gewoon alles weet en hoort en ziet en voelt. En je mocht niet lachen. Nee. Je mocht gewoon niet lachen. Lacht niet met Bankra B, want dat is niet oké. Okay. Wat? Bankra B, dat is niet oké. Okay. Dat is trouwens mijn nieuwe dat ik aan het maken ben... Maar ik lach niet met Bankra B, dat is niet oké. Bankra B. Lach niet met Bankra B, lach niet met Bankra B. Oké, Bankra B. Ja, maar als Bankra B God is, waarom kiest hij er dan voor om zichzelf zoveel voorhoofden te geven? Om zichzelf zoveel voorhoofden te geven? Hij heeft maar één voorhoofd, hè? Ja, maar nee. Een groot voorhoofd, maar hij heeft niet één voorhoofd. Zo raar, maar ik vind, drie. Kijk... We hebben het nu al gehad over katten en over honden en zo. En over kattenmensen en hondenmensen. Ja. Dat is toch... En over Trump ook. Ja. Je kunt toch niet gaan lachen met Bankra B zijn voorhoofd. Dat mogen we toch niet doen. Want Bankra B is God. Dus die hoort alles. Die komt u halen, man. Get eraf. Dus. Ja. Ik ben allergisch aan Bankra B's. Maar ik moet het doen. Het is... Het moet. Ik moet dat doen met Bankra B. Ik denk dat het een soort challenge is. Dat hij mij hoort en het waarom, weet. Waarom? Ik vind Bankra B is een fucking goede drummer. Dat is de muzikant. God is de drummer van de Kreuners. Maar er is no way dat hij 1,72 meter is. Er is geen kans. Ik zie zijn beentjes waggelen op het podium. No way. Ik vind dat... Weet je... Oké, ça va. Ik vind dat niet erg.
Die, van mij mag die mens zo groot zijn als dat hem zelf wilt of niet wilt. Als je eigen lengte bepaalt, als dat hij hot is. Dat is wat hij nu zegt. Wat? Ah ja. Het is een eigen lengte mag bepalen van jou. Die mag zichzelf langer of korter maken. Maar, ja, mij maakt het niet uit. Ik vind... Misschien is dat voor een god een schoonheidsideaal dat wij niet kunnen vatten. Voilà. Ben is ja. Muzikaal. Ik heb respect voor Ben, omdat hij muzikaal is. Voilà. En muzikaal. Ik weet niet. Ik denk dat er zo op mijn 99 jaar... Dat ik zo... Sorry. Een visie... Oh, slecht. Oké. Okay. Ik denk dat wat er met mijn leven gaat gebeuren, is dat ik op mijn sterfbed ga liggen, zo 95 jaar. En dan ben ik Rabé gewoon in de visioen gaan verschijnen. En dat mijn laatste daad in mijn leven een gevecht tot de dood is, en in het hoofd met Ben Krabbe. Shit, maar je doet tegen hem spelen. Waarom? Waarom? Omdat hij heeft de spelregels gemaakt van in het begin, want hij is God, je zegt het ook, hij hoort mij, en ik weet niet, hij wil het. Maar jij mocht dat zelf, jij mocht je eigen God bepalen, hè, man. Als jij niet naar Ben Krabbe wilt luisteren, dan zet jij gewoon één af. Ja, nee, maar Ben Krabbe luistert wel naar hij kijkt gewoon niet naar blokken en dan moet je die mens nooit meer horen. Weet nee, dat is niet waar, dat is onjuist. Want altijd, als je iets, een woordgrapje hoort, denk je aan hem en hoort je zijn stem. Ah, ik niet. Oké, maar nu... Maar, dan mag je ook niet meer naar de Kreuners luisteren. Nou, de Kreuners vind ik best wel oké, maar eigenlijk, ja. Eigenlijk wel, ik mag niet naar die beat luisteren. Zo die. Ik vond vooral, hun remixen waren wel cool of zo. Ja, wel. Shout-out to Laurent Garnier, die daar wel iets van gemaakt heeft of zo. Dus dat is wel cool. Bedankt, Laurent. Ja. Dank. Ja, maar om op de vraag terug te kijken, ik zou toch voor het haalt kiezen. Ja. Oké. Okay. Ah, ja. En we moeten de volgende vraag stellen, dank je. Sorry, we waren even weg. Welk geld? Ja. Jongens, doe maar. Het is aan mij. Ik pak de geluksnummer 9. Dat waren mijn eerste aantal vragen. Ah ja. True. Ja, nee, maar ik was gewoon aan het wachten dat ging doodbloeden met Ben Krabbe. Alleen niet dat Ben Krabbe ging doodbloeden, nee, want dat onderweg ging. Ja, ik wil dat wel echt nog even zeggen, ik meen dat echt. Ik heb echt geen hommeles met Ben Krabbe. Ben Krabbe is dik oké. Dat is een Vlaming die op heel ludieke manier zijn geld verdient. En dat is keigoed. Ik wil dat wel op een t-shirt. Ben Krabbe is dik oké. Ja, toch? Ja. En ik wacht nog af met mijn uiteindelijke doodstrijd met hem. Dat is een beetje veel schuim, hè, ja, Louis. Ik was even aan het vogel. Ja, wat zeg je aan het drinken, man? Wat zeg je aan het drinken? Nu ben ik overzijgen tot lachen. Oh, fuck. Nee, geen leffen. Nee, echt niet. Ik zal dit gesprek moeten verlaten. Ja. Ik kom niet overeen met mensen die leffen drinken. We hebben een hater. Ja, I'm a fucking... Wacht. Kevin, ik ga het goed maken. Ik kies zelf ook niet wat ik in de frigo zet. Mijn ouders doen het inkopen. Dus ik mag gewoon wat ik in de frigo zet en ik probeer te variëren. Maar leffen... Kijk, Louis, whatever works for you, man. Echt, don't judge, don't hate. Echt de waarheid. Zelf niet Ben Krabbe. Ben Krabbe is dik oké. Ik hou ook nog iets aan om te drinken. Savai, kom terug. Maar leffen is zo bier voor mensen vanaf 50. Dus in hart... Ik herinner me echt nog een verhaal trouwens van Leffen. Ik had nog een Leffen verhaal, by the way. Ik heb een probleem gehad op Parijs Race. Dat is een mooie woord, dus Parijs Race. Maar we zijn ooit met, denk ik, het vierde leerjaar of het vijfde... Nee, ik bedoel het vierde in Middelburg of vijfde in Middelburg naar Parijs geweest. En ik had toen te veel Leffen gedronken. Ja, en ik had het op. En toen ben ik wel aan de mensen geweest van, ja, niet meer zullen drinken. Ja, ik was toen net begonnen met drinken, dus ik was nog veel rapper zat en zo. Ik had toen nog een half liter Leffen gedronken, uit blik. En ja, dat was toen te veel voor mij. Oké. Okay. Maar eigenlijk dus, wat Reinert zegt, van, is dat jij in hart en ziel een man van 55 bent. Een boomer. Ja, jij bent boomer. Ja, omdat mijn kennis zo groot en alomwetend en breed is. Is dat dan wat je wil zeggen? Of hij wil gewoon zeggen van, je bent
racistisch en geklaagd. Ik weet niet. Ik weet niet. En je haat die vrouwen. Maar de oudste in ons middens vanavond is toch Kevin. Ja. Yes. Mogen we raden? Zijn leeftijd of wat? Ja. Jullie leeftijd weet ik, hè? Wie raadt eerst? Ja. Hey, Eikels. Echt de waarheid, ik zie jullie zo al googlen en doen, dat is veel te gemakkelijk, weet je wel. 39 jaar. Klopt dat? Voilà, ik heb dus... Ik heb een Wikipedia-pagina. Ja, ik heb het gezien, man. En wat was het antwoord? 39. Ik wil raden. 39. 13 van 3. Laat mij raden. Is het 40? Hij heeft het gezegd. Maar ik heb geen idee. Is het 40? Ik had al heel het 40 gezegd. Nee, dat klopt niet. Dat is mijn hok. We zijn over mensenjaren bezig, hè? Niet hondenjaren. Hè? Vraag 9. Yes. Nee, maar hoeveel was het nu? Met 39. Ah, wacht, dat is echt vlakbij. Of wel? Ja. Nee, Louis. 40 en 39 is niet vlakbij, hè, man. Ik bedoel... Dat is één jaar! Dat kan een jaar verschillen, hè, weet je. Van dag op dag. Echt wel afkomen met een exacte datum. Nee, wacht. Kevin, hoe lang ben je al 39? Ja, nu wel al een goede tijd, Louis. Ben jij nu eerder 40 dan 39? Al 6 jaar. Al 6 jaar 39. Voilà. En ik moet zeggen, wel. Ja, 7 jaar. Ik blijf hier nog even. Ik vind het voilà. Goed. Je vindt een goede leeftijd om zo te settelen, zo. Ik weet niet wat het is. Ik heb net heroïne besteld op het dark web. Ik dacht, ik doe eens iets nieuws. Want ik had eerst een motto besteld en een Porsche. Toen dacht ik van, Kevin, jij trekt dat niet, je kunt dat niet betalen, man. En toen dacht ik van, dat kun je wel betalen. Oh, heroïne, weet je. Dus voilà. Ik ben aan het wachten. Dat komt morgen ergens toe of zo. Oh, en op welke manier ga je dat zo doen? Want ik heb dat zo ooit gezien. Zo in Azië, dat ze dat zo in hun ooglid injecteren. Nee, sorry. Maar heb je dat zo al gezien? Oh, dat was een zotte... Hey, ik ga dat eens een keer doorsturen in deze chat. Jij, patatteman. Jij weet dat. Ik ga dat gewoon in mijn fucking puree draaien, weet je. Maar de puree-referentie, daar is puree. Maar banaan. Ik heb voordeel van aan. Heroïne-puree. Zalig. Heroïne-puree. Hier is een idee. Heroïne-kroketten. Wauw. The fuck. What the fuck? En wie weet, wordt dat een nieuwe shtick? De honger is gestild. En, ja. En je ziet dingen. En je bent blij. En je voelt je goed. En je ziet dingen. Zalig. Oké, vraag 9. Ja. Ja. Goh, dat vind ik niet echt zo'n creatieve, maar... Bizar. Stel dat je elke... Ik vind het echt super saai nu al. Nee, zeg maar. Stel dat je elke week een programma kreeg van 30 euro. Was ze gaan drinken, trouwens? Van 100.000 euro. Kevin, als ze gaan drinken, zag ik groen. Ik kom daar nu gewoon bij niet, wat is dat groen ding? Dat is dingen zo, man. Zo'n soort van muntthee. Maar koud. Superlekker. Okay. Zo iets yoga-achtig. Ja. Is het alcoholisch? Nee. Was het aangeraden door Google Hunter? Ik ben sinds daar straks, net voordat ik naar de machtwinkel vertrok, eigenlijk beseft dat ik dacht van, ik stop met drinken, weet je. En voilà, ik drink nooit meer. Oei, dat is daar juist beslist. Deze podcast heeft je leven veranderd. Ja, sowieso. Zet maar op Wikipedia. Je drinkt nooit meer... dat is een onafgewerkte zin. Dat is, ik drink nooit meer dan iemand anders, of... Ah, wel, ja, daar zeg je, losse dood, weet je, gebruik je fantasie. Ik drink nooit meer, puntje. Maar, dus we waren wel over iets bezig. Ja. Ja. En dus trouwens, de kijker kan ik onderreageren met, ik drink nooit meer en dan kan ik dat zelf aanvullen. Van een interactie aan de kijker. Ideaal. Hé, hey, Louis, echt de waarheid, ik geef het maar, hè, man. Ik ben maar aan het geven, hè, man. Doe er iets mee, alstublieft, man. Echt, al die creativiteit. Ben dankbaar. Ben super dankbaar. Maar dat is de vraag 9. Ja, dat is de vraag 9, luister. Best tot nu toe dat ik denk, Rabé is dik, oké. Ik weet het. Vooral dat liedje. Verkoop dat gaat verkopen.
We moeten daar iets mee doen. We moeten daar echt maak een t-shirt van. Maak er gewoon een t-shirt van. Maak een t-shirt van. Momenteel, is het zo hip. Het is ook iemand die die t-shirts maakt van ik wil naar huis en zo. Zo echt van die Vlaamse slogans en zo. Blabla. Ah, wel inderdaad. Sorry, maar ik heb het wel. Ja, wij maken het van ons. Ben Krabbe is fucking dik oké. Okay, dikke copyright. Dat pakken ze ons niet af. Dat pakken ze ons niet af. Nu mogen ze ons veel afpakken, hè. Sociaal contact en zo, hè. Maar het feit dat wij t-shirts gaan maken... Oh, fuck. Ja. Ben Krabbeer, dik oké. Dat gaan ze ons niet afpakken! Waaah! Weet wel. Dat is gewoon een motivational speaker. Ik maak nu het geluid van een mail. Wacht, hè. Maar ik ga wel uit beeld, want anders geloofde men niet. Nee. Hey, Kevin, pas op, er zit daar een mail. Oh, dat is supergoed. Zit daar een mail in je kamer? Je hebt even weg anders. Ja, ik weet het. Nee, maar wacht. Dat is wel mijn superhero ding. Ik ben wel een mail. Ik kan veranderen in een mail. Hé, maar dat is wel supergoed. Ga je dan ook op strand zo mensen ontvoeren of zo? Zo what dingen afpakken? Was dat een konijn? Was dat een konijn? Dat was een konijn. Wat? Bart de Pauw? Stout de Pauw. Dat was Bart de Pauw. Wow. Nee, het was Bart de Pauw. Niemand. Wow. Oké, okay, een vraag neer. Niemand noemt Tom de Olifant, weet je wel? Man, dat is zo grappig. Ja, nee, maar toch vraag neer. Ik ga eerst Tom de Olifant googlen. Ah, als je iemand vindt, hè. Oh. Bestaan ik dat? Ofwel, ja, ik weet dat niet. Ik vind enkel de wonderbaarlijke geschiedenis van Tom Page en zijn olifant. Dat is niet hetzelfde. Dat is een boek. Oké. Aanrader van vandaag. Ja. Je krijgt elke week op primetime televisieuur, ik weet niet welke zender, 30 minuten voor je eigen tv-programma. Ja. Wat ga je brengen voor de mensen? Hmm. Ja, maar laat ik hem van ons is acteur en zo, dus ja, dat is wel echt een vraag. Ja, dat kan wel zeggen dat hij bezig is. Gewoon, het algemeen. Ik heb geen antwoord, maar misschien moet ik helemaal maar eens zeg maar iets of zo. Ik weet wat ik wel altijd. Ik heb bezig met dingen en ja, die kunnen gerealiseerd worden. Ja, ik weet het. Want dat is wat dat mij onlangs heel neig zo, waarover ik aan het nadenken was van. Ik zou een datingprogramma laten maken voor mensen zonder armen of benen. Omdat die benen gaan potkomen. Ja, maar ik vind dat wel. Met elkaar en ik wil zien van hoe versieren ze elkaar. En dan wil ik zien. Ik zou dan eerder een datingprogramma op poten stellen waarbij dat mij alleen maar mensen zonder geslachtsdelen. En hoe gaan ze het dan doen, weet je wel? Of accelerineerden. Ik wil een keer poepen! Ik weet het, maar ik heb geen piet en ik heb geen vagijn. Oh nee, maar ik wil wel keihard poepen. Wat gaan we doen? Poëzie schrijven? Ja? Kom, ja, we zullen poëzie schrijven. En je maakt daar een Temptation Island versie van. Super, en met dingen, met muziek van Iron Maiden. Ja. En botten die niet werken. Ja. Of Temptation met mogoltjes en ze mogen elkaar niet knuffelen. Oh. Dat is moeilijk, trouwens. Ah. Dat heeft affectie nodig. Maar wie zou er dan kijken? Nee, maar wacht. Pieter Koppens. Ja, dat mag. Wat? Sorry, dat was een noodroot. De pressie, ik kon niet aan het vallen. Maar ja. Dat weet ik niet. Dat is een tamelijke referentie om te maken. Is het geen Pieter Koppens? Ja, sorry. Maar ja. Ik wil even iets verduidelijken. Ja. Ik ben hier graag, hè. Ja. In het algemeen, hè. In het leven, in de wereld, op de wereld. Ook in deze chatgroep, op deze meeste absurde... Dus je moet er niks van aannemen of zo, weet je wel. Ik denk altijd als ik opsta of als ik ga slapen van... Wat zou David Bowie gedaan, weet je wel? Zou David Bowie ja gezegd hebben op dit soort van gesprekken? Of zou David Bowie handschoenen aangedaan hebben of maskers? Of Prins? Maar ze zijn er niet meer, begrijp je? Ja. Mm-hmm. Dus je maar Louis is een beetje de nieuwe David Bowie.
Ah ja, ja, ja. Dat ogen. Klopt. Nee. Ik heb ook Hansen een naam. Ik ging bijna zeggen ongetwijfeld, maar dat is totaal niet waar, want je zegt geen muzikaal talent, hè, man. Dus dat kunnen niet. Ik heb wel Hansen een naam. Ah, niet dat jij weet. Hij heeft wel Hansen een naam, Kevin. Zal hij vroeg? Ja, oké. Okay. Wat wil je meer? Ja, maar... Allee, ja. Sorry, hè, maar kijk. Ik heb ook een handschoen aan. Hè, maar als Louis... Hij is David Bowie. Maar als Louis nu muziek maakt... Hey, het is Mickey Mouse. Hey. In de zee. Op de trottoir. Iedereen gooit zijn fucking plastieke handschoenen weg. Dat is typisch des mensen. Echt, dat is mij opgevallen. Iedereen wil veilig zijn. Iedereen gaat naar de supermarkt. Dat zijn stoffen. Iedereen gaat naar het park. Iedereen gaat naar het park. Ja. Maar ze smijten wel. Maar echt de waarheid. Dat is typisch. Als het geen blikjes zijn, dan zijn het fucking plastieke handschoenen of mondmaskers. Ik word echt heel haatdragend. Dat niet meer doen, mensen. Ten opzichte van de mensheid, behalve dan natuurlijk Prins, David Bowie en Ben Krabbe. Oké? Okay? Want Ben Krabbe is oké. Okay. Zal dat ik zeg? Het is al dat ik zeg. Jongens, Kevin out. Denk je dat er zo'n crossover is? Ik ben nog terug. Hoe lang duurt dit nog? Hoeveel vragen zijn er nog? We zijn half weg. What the fuck? Oké, het is aan mij. Kom. Wacht. Ja, wacht. Ik heb niet antwoord. Wat was de vraag? Sorry. Dat was de vraag. Elke week heb je een half uur primetime. Wat doe je? Ik heb nog niet antwoord. Ik zou gaan voor een programma. Aantal met comedians, en niet met comedians die achter de redactie mop moeten schrijven voor BV's die dan met die mop gaan weglopen alsof dat van hun is. Dat is iets wat ik mij aan eigenlijk, en dat vind ik wel. Dat is een beetje... meer comedians in panelshows moet zetten, dat vind ik, dat is mijn mening. Voilà. Ik heb mening nu ook even spijt geraakt. Canvas Comedy Café van 2008 terugbrengen. Ja. Nee, maar gewoon... Ja, oké. Okay. Minder BV's of kijkcijfers gewoon in talkshows zetten, dan stik dat comedians die wel rapper zijn en niet met botten moeten afkomen van andere mensen, dan is dat persoonlijk eigen is. Hij maakt een statement. Dat vind ik goed. Mijn podcast. Dat vind ik goed, ja. Het is aan mij om te kiezen, zeker? Ik weet niet, Ik zeg 7. 7? Ja. Dat is zo'n typisch getal. Stel... Je hebt dat je 24 uur lang 3 keer mag teleporteren. Wat zou je doen? Naar waar zou je gaan? Of zou je niks doen? Haast, dat zijn echt... Nee, met alle respect, hè, maar dat zijn vragen dat wij ons stelden toen dat wij 14 waren. Allee, je kunt toch niet verwachten dat... Ik ben 22. Ja, en ik zal deze vragen altijd wel blijven stellen in mijn leven. Dus dat is Ian. Om te antwoorden... Wacht. Mijn vrouw, mijn denkbeeldige vrouw vraagt of dat inderdaad... Ja, schatje, wat zeg je? Ik kom af. Jongens, doe het even. Ik kom terug. Ja. Kijk, als je nu opeens zo'n vuistenslagen hoort, hè, dan weet het. Hè. Nee, Kevin heeft geen vrouw. Kevin is eenzaam en alleen. Ja, maar als je toch vuistenslagen hoort... Dan staat hij zichzelf. Maar om te antwoorden... Ja. Ik heb daar al over nagedacht. En 2 van die teleportaties zou ik sowieso al gebruiken op een mens. Dus bijvoorbeeld, ik zoek iemand dat heel rijk iemand is. Iemand anders? Ja, maar wacht. En ik weet dat die veel geld in zijn portefeuille heeft. Als die geld afhaalt. Ik loop er naartoe. Ik teleporteer hem naar de Sahara. Pak zijn portefeuille af. Iemand anders? Ja, ja. Okay, ja, dat is niet echt een vraag, maar ja. Ja, dan ga ik terug naar nu. Naar deze plek. En dan heb ik nog eentje over. Dat is voor de koelkast of zo. Voor alle dingen dat ze doen, gewoon naar de koelkast. Ik maak de vragen en ik zeg dat je enkel jezelf kan teleporteren. Ja. Oeh, dat is wel moeilijk. Ik ook wel. Ik kon denken van ja. Mm. Ja. Ik zou me teleporteren naar 7 januari. Het is dan... Dat is tijdreizen. Dat is illegaal. Ik zou mijn teleporteren naar Kevin zijn liever om te kijken wat hij daar echt aan het doen is. En, ik denk dat ik mij zo gewoon zo teleporteren naar de winkel
veel pakken en ja, terug teleporteren. En dan moet je niet betalen. Moet niet betalen. Ja, het is zondag. En Bob en Noël werken. De producten staan daar nog, hè. Zijn nachtwinkels open op zondag. Maar de producten... Ja, Kevin is een nachtwinkel geweest, dus nachtwinkels zijn open op zondag. Ah, voilà. Ik weet niet hoe dat met hullen zit, maar ik woon in Brussel. Dat is een hoofdstad van een land. Ik woon in Poperingen, dat is een groot dorp. Ja, je zou het vaak niet zeggen, maar de nachtwinkels zijn hier wel... Allee, momenteel open tot 10 uur, omdat dat de regel is. Ja. Ah ja, Poperingen is het grootste dorp van België. Oeh. Ja. Yes, en ook een eindstation. En Dirk Vreemuut, of wat? Oké, ik kom naar daar. Ik kom, houd u vast, Poperingen. Ik kom naar fucking Poperingen, weet je wel? Oh, fucking hell. Dat is goed. Oké, dus ja, dat is... wat zou jij met die krachten doen? Dus ik heb al een antwoord. Jij ook? Ik zou mij teleporteren naar... naar de... Alleen dingen, hoe heet dat nu weer? De piramide van Cheops. Om te kijken of daar ook corona is, want dat is een piramide. En ik denk dat bij piramides ook zo is. Want dat is driehoekig. En dat driehoekige gebouwen wat ik even bespaard. Dat is een theorie dat ik even de wereld wil sturen. Daarnaast ga ik me teleporteren naar... dat ene eiland dat nog niet ontdekt is in de Middellandse Zee. Zo is er nog één eiland dat nog niet ontdekt is. Want ik denk echt dat er nog eilanden zijn die toch nog niet ontdekt zijn. En ik wil ook teleporteren... En ik zou ook teleporteren naar, naar thuis, want ik moet nog thuis geraken. Hè. Ja, moet thuis geraken. Ja. Eigenlijk heb je er maar twee, omdat je altijd met die derde naar huis moet. Ja. Of als je blijft, kun je ook daar gewoon blijven. Ja. Je moet zo tegen, hè. Hoe moet je naar huis? Jongens, een andere vraag. Buiten fantasie en zo. Mijn vraag. Een vraag dat niet bestaat op het blad. Oeh, spannend. Beetje illegaal. Dat mag. Zitten wij nu allemaal te converseren zonder denkbeeldige vrouw die vraagt of dat de fucking pureepatatten klaar zijn of niet? Of wel? Ja, die van mij zit in de kelder. Dat is maar Johanna. Met of zonder heroïne? Ja, of dat uw vrouw nu een heroïnehoer is of Ben Krabbe. Mij maakt het niet uit, weet je, maar heb je een vrouw? Of zijn nee, we zijn allemaal eenzaam. Ik weet niet, mijn denk... Dat concludeert het, dat vat het allemaal toch wel een beetje samen van... Echte waarheid, Jezus, beste vrienden, get a fucking life, weet je wel. Ik heb een vriendin. Nee, wacht. Ik heb wel een vriendin. Maar, draagt dat bij aan mijn zijn... nee, niet specifiek of zo. Of dat je... Ik vind het een onwaarschijnlijk boeiend gegeven dat we zo... Dat je sociaal hogerop staat als je een vriendin hebt. Ja, ik weet niet wat dat gebeuren is, ja. Nee. Nee. Ik vind dit een onwaarschijnlijk boeiend gegeven, want eerlijk gezegd, ik zeg het, de Louis heeft mij uitgenodigd en gevraagd van, doe jij mee? En eerlijk gezegd, ik heb echt zoiets van, ja, tuurlijk, waarom niet? Waarom niet? Mm-hmm. Maar je moet gaandeweg jezelf, of ik doe dat al sinds, je stelt jezelf ook de vraag van, als je dan terloops bezig bent, dat is juist eigenlijk dat iemand vraagt je van, zeg jong, het is zondag, ga jij mee minigolfen? Je hebt dat nog nooit gedaan en je denkt van... Ja, tuurlijk, waarom niet? What the fuck? Minigolven. Hoeveel geld kost dat? Is dat duurder dan de cinema? Oké, doe dat. Dus je gaat... Maar gaandeweg denkt je, na echt balken 3, denkt je, ik ben... Maar ik spreek voor mezelf, ik ben zo. Ik denk van... What the fuck is deze? Echt de waarheid. Ja, deze is wat de mensen nodig hebben die met totaal... serieuze vragen bezig zijn. Dat is een zeven die ik mensen één keer in de week wil aanbieden. Pure zeven, pure nonsens, zodat zij niet moeten denken even aan die dingen en echt aan pure zeven kunnen denken. Dat zij even verlost zijn van alle serieuze dingen waar ze aan denken. Dat is wat ik nu op deze moment aan het bieden ben aan mensen. Dat is mijn doel van deze. Ik vind dat geen zeven, ik vind het informatieve informatie in hypothetische scenario's. Ja, en dingen waar je nooit anders zou aan denken. Wacht, dat is een totaal...
Louis, ik heb het woord... Ik heb nog nooit het woord zever in mijn mond genomen, hè, maar ik vraag het mij af, snap je? Ik zie het als een verlossing van de alledaagse, veel serieuzere dingen die nu buiten aan het gebeuren zijn. Ja, natuurlijk. Maar het is een vraag. Dus van die, ja? Ik merk dat je ineens heet geblakerd aan het worden bent of zo, maar het is wel nee, okay, zo. Maar ik wil mij graag soms verdedigen. Soms voel ik de drang om mee te verdedigen. Ik heb wel een hoger doel in mijn hoofd als ik dingen doe. Het zijn absurde tijden en dan is een absurde podcast normaal. Oh, ik vind het gewoon altijd interessant om naar deze dingen te luisteren. Daarom dat ik hier altijd ben. Voilà. Ik vind dat allemaal gewoon plezant. Dat was ook mijn oprechte vraag. Van, ik stel mezelf echt, ik meen dat echt, van, ik stel mezelf altijd in vraag van als ik... Ik zeg ook eerlijk, als Louis, als jij mij vraagt van Kevin, doe jij mee? En ik zie dat ineens op Facebook. Ik zeg, why the fuck ook niet? Het is dat of naar Netflix kijken, waar dat je eigenlijk al op... Ja. Dat je denkt van, what the fuck, hier is niks aan de hand. Maar zelf dan mag in vraag gesteld worden, niet? Ja, maar ik heb nu echt serieus aan mijn diepste innerlijke een antwoord te geven dat op mijn leven lag. Dus ik dacht, zoals hij ook in het begin van deze aflevering zelf zei, als Trump mag zeggen dat bleekwater de oplossing is, dan mag je denken wat je denkt. En dat is gewoon wat ik dacht op dat moment, toen ik jou hoorde bezig, was dat het ding dat in mijn hoofd opkwam. Dat is waarom ik deze doe. Dus toen dacht ik van, ik ga dat gewoon zo zeggen. Maar je moet niet... Want mijn vraag was gewoon echt letterlijk kalm gesteld of zo. Maar ik denk dan inderdaad van... Weet je wat dat ding is, hè, man? Alles wat, dat, dus wat dat we nu ook aan het doen zijn, dat is zo maf. Maar dat komt allemaal in de klutsklos van het virtuele en van de socials. Wat betekent het? Eerlijk gezegd, niks. Maar aan de andere kant, heel veel, want het wordt nooit meer gewist. Hè, wat dat, wij dat is een beetje nihilistisch. Ja, dat is heel... Dat is eigenlijk, en daar denk ik dan soms over na. En dan denk ik van... Maar, man, ik weet niet, wat dat we nu doen, is... Want? Betekent niks, maar wat dat we in de plaats gingen doen, ging waarschijnlijk nog minder betekenen. Nee, maar ik zie het zo. Ian, sorry dat ik je onderbreek. Ik bedoel niet dat het... Nee, dat zei ik niet. Het is niet dat we niet... Dat we niks aan het doen zijn. Integendeel, ik ben dit ook niet aan het schimpen. Maar ik ben wel iemand... Ik wel. Dat is keigoed. Het mag ook, want het is blijkbaar heel absurd. Dat is de titel van deze... Het is de titel van de aflevering, wat je verwacht. Oké, ça va. Ik stop met fulmineren en ik zeg... Ik heb twee woorden voor u. Woorden? Ja? Nee, drie. Woorden. Ben Krabbe. Dat zijn er twee. Maar wacht, drie. I'm confused. Ja, inderdaad. Nummer vier. Vier. Wat was de volgende vraag, eigenlijk? Ah. Om te weten. Ik ben het vergeten. Ja, het is al, maakt niet uit. Ik weet het niet meer, dus dat was niet belangrijk. Of bestaan. Niet belangrijk, maar ja. Stel, je wordt morgen wakker en je kan elke taal in de wereld van elk land of volk verstaan en spreken. Ja. Hoe zou dat je leven veranderen? Ja, maar mag ik even nog terugkomen voor de vraag dat Kevin die nooit heeft geantwoord? Wat was nooit. De vraag? De vraag was, als hij in andere plaatsen zou mogen... Stel, je hebt, 24 uur de tijd om 3 keer te teleporteren. Ja. Oké. Okay. Naar waar? Mijn geboorte, mijn sterfte. Maar dat is tijdreizen. En de eerste keer dat ik een pint dronk. Een echte pint. Maar dat is tijdreizen. Dat is alle drie tegelijk. Nee, dat is teleporteren, jongens. Dat is tijdreizen, dus teleporteren niet, of... Hij heeft afstand. Dus in het ruimte. Nu van plaats veranderen. En... Volgende vraag. Oké, ça va. Net. Oké, ça va. Nee, perfect. Jacques Brel in de Olympia in Parijs. Oh, dat is tijdreizen, dat mag niet. Dus...
Ik ben er te stom voor, man. Dus teleporteren in het nu. Veranderen van plaats, bijvoorbeeld naar de nachtwinkel, naar huis en naar je denkbeeldige vrouw. Ja. Volgende vraag. Just switch. Je wordt morgen wakker en je kan vanaf dan elke taal in de wereld begrijpen en spreken. Hoe zou dat je leven veranderen? Of spreken? Was je ook met dieren spreken of dan net nog niet? Ja. Nee, enkel mensen talen. Maar ja, dat zou ik niet willen. Weet dat waarom? En ik heb dat niet kunnen spreken. Of elke taal spreken. Of over heb je het nu? Heb je het over mijn vraag of over zijn vraag? Wacht, ja, sorry. Wat? Jongens, het is kalm. Echt hier op zijn eigen. Weet je, wacht even. Wacht, hij heeft het over elke taal van de mens, hè? Ja. Ja, maar ja, Kevin is 40, dus laten we even. Maar ja? In 39. Maar nee, mijn antwoord, ik zou dat niet willen. Want ik heb dat eens tegen Louis verteld. Altijd als ik in een ander land ben, en soms vragen mensen de richting aan u. Maar ik kan dat nooit antwoorden. En zelfs als ik het weet, wil ik dat eigenlijk niet zeggen, omdat ik heel slecht ben met directies geven. Ik zou ze toch verkeerd sturen. Dus doe ik altijd alsof ik een Duitser ben, dat geen Engels kan. Dus daarom dat ik dat niet zou willen kunnen, want als ik het kan, ben ik wel verplicht om hem die directies te geven. Maar dus stel dat bleek... Dan kunnen nog andere Duitsers laten zien dat het Engels kan, hè? Maar dat is gewoon waar het staat. Ja, maar dan zou ik ook Engels kunnen. Stel dat ze denken van, ah, je spreekt Duits, en ze veranderen in Duits. Ah ja. Ja. Zeker dat toch nog niet? Dus dan enkel jij dat dat kan? Ah ja, ik ben de Duitser, zo gezegd, hè. Ik denk het leuke van mijn vraag is dat je zo op reis kan gaan en je doet alsof dat mensen, dat je de mensen niet verstaat. Je laat zo roddelen en shit zeggen over jou, terwijl dat je kan meeluisteren. En dan begin je in hun taal te spreken en dan zo zijn ze in schaamte van shit, hij heeft alles verstaan. Ik snap uw antwoord, maar ik zou gewoon iedereen zeven, ik zou gewoon met iedereen babbelen en gewoon meer aandacht krijgen. Nee, dat is mijn eerlijke antwoord. Zo een tolk zijn voor wereldvrede. Ja, sorry, maar... Ja. Ik denk dat ik ook gelijk Louis gewoon heel veel zou proberen te showoffen. Also, dat ik gewoon zo de telefoon zou opnemen, dan in het Arabisch, dan in het Japans, dan in het Sloveens of zo. Ja, of je voicemail instaan, elke week met andere taal. Ja, voilà. Dat kan. Er zijn altijd verward. En kan even doen eraan. Wie is deze man hier? Wie is deze man hier links van mijn scherm? Hij is iemand anders. Zul je voicemail druk op 128 voor Swahili? Is dat, Kevin Bond? Of, Ik weet niet. Ah ja! Okay. Ik zie mezelf in je bril, dat was wel cool. Toch? Ja, dat is Kevin Bond. Dat is een nieuw personage. Oh. Dat is kunst, jongens, dat is kunst. Dat is een nieuw Kevin Bellemans personage. Die man bestaat uit personages. Dat is weet je op wie dat jij nu lijkt? Nee. Je noemt die een acteur zo die in Salamander heeft gespeeld? Is die een grijze? Kevin Janssen? Nee. Ik noem dat naar kort haar. Ik wil dat niet even doen. Wacht, ik ga opzoeken. Gewoon een random iemand. Salamander. Ik weet het niet. Ik wel het niet. Ik weet het eigenlijk ook niet meer. Begint ons eerlijk gezegd niet zo hard. Jan. Ik ga het opzoeken. Maar het zijn allemaal oude... Zeg jongens. Ja. Wat ik me afvroeg. Ja, kan ik? Zie de geil dat ook? Oh. Wauw. Ja. Dat was een practical joke. Dat is een practical joke. Ik dacht van, het kan het nog niet gebruiken. Even zo'n ding. Mijn wifi is er wel. Lasagne. Dus voor de luisteraars gaan naar YouTube. Dat is eigenlijk gewoon de boodschap. Ja. Visuele comedy. Maar ja, ik heb nu ook een YouTube-kanaal, hè, dus dat wel. Goed, Hoep. Ik heb nog niet zoveel moeten lachen, zei jongens, echt de waarheid. Jawel, niet wel. Dag. Nee, dat wel. Nee, echt niet. Oh, niet de waarheid. Jawel, ik was er, sorry. Ik ben in de war. Niet de waarheid. Dat is volgens mij coach Kevin. Want die, ja, dat is een beetje het personage ook van... Kevin. Coach Kevin. Coach Kevin. Je moet je daar aan denken. Dat is iets anders. Maar,
Ah, je hebt een typeke. Nee, ik ben schizofreen. Oké. Ik ben Reinder. Ah, maar die is... Maar dat... Dat is een goeie. Stel je voor dat jij... Dit is het niveau. Ze bestaan, hè. Ze bestaan, hè. Mensen met mopen en zo. Hey, Kevin. Stel je voor dat jij niet de echte vest van jezelf bent. Dat jij zo een schizofreen andere persoonlijkheid bent van iemand anders. Een salamander eigenlijk. Lekker dier. Ja. Dat de... Wacht even, hè. Ik ga even yoghurt eten. Dag. Met banaan. Met geporde banaan. Nog iemand een... Nee, wat was de vraag? Ik heb niet beantwoord, zoals altijd eigenlijk. Maar wat was de vraag? Talen. Je wordt wakker en je kan plots alle talen van de wereld spreken. Ik ben wel beantwoord. Ik ben het tegen. Sorry, mijn fout. Ja. Hoe zou je leven dat veranderen of wat zou je doen? Ik heb het nog niet beantwoord. Dus Kevin kan wel nog beantwoorden. Zou je moedertaal dan veranderen? Alle talen van de wereld. Ik zou gewoon echt ik zou echt stikken toe het Brussels. Want dat is de graafste taal van de wereld. En de rest kan mijn klotekus weten. Oeh, dat is een Antwerpse approach. Maar je kan wel alles nadoen, maar dat is één. Ja. Nee, maar ik heb het Brussels nog niet volledig onder mijn knie, maar ik vind het wel fantastisch. Dus ja, van waarbij origineel? Ik ben geboren in Jette, maar ik ben getogen in Vlaams-Brabant. Dus, ja. Ja. Uit. Oké, next question. Wacht, welke nummertjes zijn er nog? Ja, wat? Drie. Ja, nog drie vragen. Oké, uit. Ja, dan gaan we. Drie! Ja. Of heeft iemand dat gezegd? Ik heb dat gezegd. Nee, we hebben nog drie vragen. Maar het was aan mij om een nummer te kiezen, dacht ik. Ah. Ja, sorry, te laat. Ik heb drie gedaan. Ja, ik heb drie al weggedaan. Te laat. Ja. Kan je ook drie zagen? Dat is goed, jongen. Ik ging sowieso 6 of 8 zijn. Ja. Een beetje een diepe vraag. Oké, stel dat vanaf morgen liefde niet meer bestaat. Maar dat bestaat nu ook al niet. Nee, maar ja, de verbintenis, dat sociale... Dat is wel heel cynisch, dat is fucking cynisch, man. Echt waar. De verbintenis van sociale dingen, van liefde voor naasten en familie, dat plots niet meer bestaat, dat iedereen hoorlijk een kennis is. Gewoon één grote Hunger Games. Maar over de wereld. Ja, of like, gewoon like katten, zo poepen voor verder te platten, maar anders... Niks meer. Er zou veel minder drama zijn en de mensheid zou meer bereiken door gewoon praktisch te denken en niet emotioneel. En we zouden verder in de evolutie staan. Misschien juist niet omdat mensen meer voor zichzelf denken. Oh ja. Ah ja. Misschien ook wel een punt. Omdat je dan niet denkt van... Hallo! Ik vind dit leuk. Ik wil meer van dit. Hoe noem jij meneer? Wie ben jij, meneer de piraat? Matroos Martijn. En Matroos Martijn. Heb jij veel vrouwen veroverd en verkracht? Ondertussen. Ja. Ik denk niet dat je die lore van zijn kindspiepen... Maar ik dacht piraten dus. Ja. Ah. Piraten verkracht een vrouw. Ja, ik heb superveel zo tussen de vissen en al. Ja. Piraten verkracht een vrouw tussen de vissen. Ja, ik denk dat toch. Tussen de wat? Ik vind tussen ook wel super raar, eerlijk gezegd. Vissen! Hey, Louis. Jij bent onhoorbaar. Oh, is dat de Nemo? Waarom heb je een bord met een vis op? Is dat een vis? Dat is een keigoeie vraag. Ik had juist dezelfde vraag. Louis, hoe komde jij nu ineens met een afbeelding van een vis op een... Op, ja, dat is zo met een stok en al en daar. Ah! Oh, hey, Louis is al van alles dicht aan het geven.
Oh, ik moet nu juist denken. Je hebt iets speciaals. Ja, ik ook het best. Sorry, maar ja. Wat? Ik ben wederom in de war. Daar van de vest, ja. Dat kan. Het is op zucht, dus dat kan. Ja? Hey Kevin. Ja? Ik heb iets speciaals voor u, omdat we daar juist over geld bezig waren en we waren over Trump bezig. Kunnen dat zien? Dit is de Trump geldeenheid. Ja. Dus dat is als jij dat ter vervanging zou willen hebben tot het geld van nu, gelijk met de kattenwissel. Ja. Ik ging niet uitleggen, zolang als het geen kat is, is het goed. Ian, mag ik nog een keer zeggen? Ja. Zijn je bewust van dat je een beeld op water staat? Ah, echt? Je moet het op voor je borst houden. Nee, nee, nee. Het is gewoon... Wat? Nee, de camera op je kop. En je houdt het geld like, voor je lichaam. Maar de camera moet nog zien dat je hoofd er is. Want anders had hij dat blurren. Ah. Omdat technologie... Nee! Je moet had... Ja, als je hoofd erop staat... Nee! Ik snap niet wat dat je bedoelt. Nee, je zet... Ja, nee. Ik vind het nice. Nice. Kom eens zingen mee. Het is goed, jongens. Goed bezig. Ja, zo, hè. Zo. Zo. Oh, nee. Ah, nee. Ik zie het. Ja. Dus als ik het dan zo doe? Nee. Okay. Laat maar. Laat maar. Laat maar. Nog een... ja. Ah ja, het was... Het ging... De vraag ging over een piraat, hè? Nee! Oeh, maar... Nee. Dat is de piraat, werd ja. Gebroken door een dit piraat. Is de piraat, ja. Trouwens, wist je dat je blijkbaar, ik had gisteren geleerd, dat doet de kastpeel vanuit de neus. Dat is een beetje. Ja. Ook langs de recht, langs elk neusgat. Ga je dat in je hart steken? Je kunt langs elk neusgat, ja. Ik vind dat een discriminerend feit voor mensen die geen neus hebben. Ik ga dat in je gat steken en een scheet laten. Ja, Michael Jackson kan dat nee. niet. Michael Jackson kan dat niet. Fuck! Juist, ik had nog een opdracht voor vandaag ook, want ik had elke dag een uitdaging. Ik moest vandaag nog popping doen. Popping is trouwens deze ongeveer. Dus dat ik echt staan op popping. Maar ja, voilà, dat was dat. Hé, hey, maar doe eens een beetje meer. Maar ja, popping is ook normaal gezien, dat je met je voeten ook zo gelijk, ja, gelijk als een pop danst. Ik heb daar wat filmpjes aan gekeken, en dat was zo wat... Nee, zo. Ik ga daar... Dat was ik, moet, ik moet daar toch even iets aan toevoegen. Ik vrees dat weer een misverstand is van inderdaad blanke mensen. Dat komt waarschijnlijk van de pop-lock. En dat is een dans waarin dat je inderdaad... dat je zo... Dat je popt en lokt, weet je? Ja. Dat is volgens mij redelijk misgeïnterpreteerd. Dus dat was even een fact-check. Maar wel goed uitgeoefend. Fact-check door Kevin. Oh, yeah, check Kevin! Voilà. Je bent aan het aardappen. Maar... Reinert, ik zie u experimenteren met van alles. Ja, maar voor dat restje. Voor dat restje leeg krijgen. Nee, corona's. Dat was even een muzikale interventie, want ik vind soms echt dat... Ja, alleen dat is tof, dat babbelen en zo, maar muziek, man. Ja, ja. Dus vandaag is, dat is ook dat ik vroeg een maand geleden tegen mij. Van, hey Louis, zeg, we maken geen podcast. En daar iets mee gedaan, Kevin. Nee. Wat ik niet snap, Louis, dat is een vraag. Oké, okay, dat is buiten proportie misschien, maar het is wel LSD-ken, man. Papier erop. Ja. Ik heb een hoek afgeknipt. Ja, het zal wel zijn, ja. Dus een hoek af. Het zal wel. Waarom ook niet? Dus een hoek af, dat is de aflevering. Maar, ja? Nou, wat was de vraag nu weer? Nou, de vraag. Ah ja, de vraag. Ja, nee, ik zit te kwijt, sorry. Het was wel belangrijk. Ja, belangrijk. Maar ik had dus iets gezegd over dat vroeg van die podcast-ding is.
Dat was mijn vraag en toen had je een vraag. Maar ja. Ik zou het skippen nu. Als je het niet meer onthoudt, dan is het goed. Ah ja, vraag nummer 13. Ja, dat was hij. Ja. Ja, nee, ik ben het kwijt, sorry. Jammer. Wacht even. Moet ik vraag 3 herhalen of zo? Nee, gewoon next question. Oké, we hebben nog vraag 6 of 8. 8. Vraag... Nee, 6. Of nee, toch 8. Ja, ik ben even vragen, ik ben direct terug. Maar jij bent de gast hier. Ja. Gaan we als een goedkeuring? Nee. Ik heb honger. Oh. Eet jij papier? Ja, voedzaam. Omdat dat wit is, white privilege. Ik weet niet. Nee. Wacht even. Oh. Ik vind vraag 8. Oké. Ik vind die random fade-outs en die geluiden, ik vind dat wel geweldig. Dus, wat is vraag 8? Als er zo echt voor bijvoorbeeld kinderen hiervoor zitten, dat die echt zo aan het trippen zijn met wat er allemaal aan het gebeurt met je op het scherm. Dat is echt zo van... Zo gewoon 30 minuten dat. Ja, gewoon 30 minuten dat. Constant. Maar hij moet zo nog stijf staan van de bollen, dus dat gaat heel snel. Dat is echt zo super energiek. Nee, dat gaat niet. Oké. Ja, dus de vraag 18. Nee, ik heb vraag 8 nu verplaatst, veranderd met een andere vraag. Nee. Dat is wel verwarrend. Dat is wel on the spot. On the spot, ja. Stel dat in een sport dat de mensen... Volleybal. Dronken moeten presteren. Volleybal. Dus eerst moeten ze drinken, zoveel promille in hun bloed. Mm-hmm. Bij welke sport zou het grappigste zijn? Paaldansen. Paardrijden. Paaldansen. Wat, is het paard dan ook dronken? Met terug. Ah. Ja. Dan is het paard ook dronken, hè? Dat zijn de regels. En dat volleybal ook wel grappig is. Paard is dronken! Dat zeg ik. Dronken paarden, dat is belangrijk. En dan was de pion verplaatst. Dan moet ik het ogen ook meestal verplaatsen. En was dat de vraag? Ik heb de vraag niet gehoord, maar ja. Welke sport zou het grappigste zijn als de spelers dronken waren? Oké, tennis. Nee, pingpong. Nee, dat ken ik. Wacht. Oh, fuck. Boksen. Nou. Heb toch niets gezegd over mij toen ik weg was? Nee, dat is goed. Jawel. Wat we wel weten is dat Reinert papier eet. Het papier. Is hij het slechte zaad over mij? Nee. Reinert eet papier. Ja? Kan iemand daar iets mee doen? Wat? Is geen papier? Ja. Ah ja, papier is makkelijk, hè, man. Nee, maar eigenlijk zeg jij super vegan, hè, want papier is van bomen. Jij zet de ultra vegan. Nee, oh, wow, gast. Nee, hè. Bomen zijn planten, hè, man. Vegans eten geen planten. Wat? Wat? Denk daar maar. Nog een leppen. Nee, leppen, nee. Nee, dat... Fucking boomer. Boem. We zitten hier met een 55-jarige. Ja, kijk, hoe ben ik meer? En kasteel die is te zwaar. Ik vind pingpong wel een leuk antwoord. Voor... Ja. Maar dat wordt al ermee geassocieerd, want je hebt beatpong. Wordt dat niet rap saai? Want het is heel tijd hetzelfde. Ze slaan als de bal, ze moeten er gaan achterlopen. Weer opnieuw slaan, ze vangen hem weer niet. Ja, nee. Oh, ik weet het. Formule 1. Nee. Formule 1 zat. Want dan doe je de droom wat de andere mensen al willen doen, en dat is zat rijden. Aan 180, hoe grap gaat dat, weet ik niet. Ah, voilà. Ja, het gaat wel al mega actie zijn. En zo... Spins. Ja, dat is wat ik bedoelde. Wat ga je iets uitbeelden, en Jan gaat wel een woordje zijn, dus dat is...
Maar ik weet niet. Maar wat ik interessanter zou vinden, is niet dronken, maar dat je zo sommige dingen wegneemt van bepaalde sporten. Dus gelijk twee mensen laten boksen tegen elkaar, maar die hebben geen handen. Snap je? Ik zie Kevin al denken van ik ga in deze aflevering wel veel moeten knippen. Maar dat ik zeide. Waarom knippen? Zei er iemand knippen? Oh. Waarom is Louis weg? Louis is er nog, ik zie jou terug. Ah, nee, ik denk Kevin is weg. Kevin is weg. Natuurlijk is hij. Waar is Louis? Allee, we hadden nog juist één vraag over. Het was dan... Ik heb dat terug, het was juist de climax. Oké, maar stel hem al. Wat? Zeg, Reine. Ja? Gekleurd papier, smaakt dat anders? Rood smaakt naar aardbeien. Oh. Dat... Weet je dat? Is dat echt geproefd? Nee. Is dat uit een denk... Ik denk al wit en gerecycleerd papier. Oh, alleen maar wit papier. Hè. Zie dat wel, want het zwart papier is niet goed genoeg. Hè. Waar is Kevin? Huh? Die is nu verlaten. He's gone. He's gone. Zeg, Reinhard. Wilt jij nu eens even een kopstoot geven aan de webcam? Nee? Oh. Dina was recht op mijn neus. Dat was recht op mijn neus. En ik denk dat dat een haatcrime is van u, dit. Sorry, het was gemeen. Ja. Zit jij in uw kamer, Reine? Nee, dat is meer bij een studeerkamertje. Ah ja, want ik zie je zo... Ze zijn een boekenkamer, eigenlijk. Ja, soort van. Wel cool. Dat is wel cool. Want mijn slaapkamer is weer voor ontspanning, waar de magic happens. Oh, waar de baby's are made. En dan killed, achteraf. Geen baby's. Want je wilt geen kinderen, ja. Zou je dat nog zo doen, zo je vrouw per ongeluk van de trap laten vallen, mocht ze zwanger zijn? Hallo, je suis en train de travailler. Hallo, hallo, est-ce que vous avez quelque chose Dus ja. Ah, Kevin, kees je nog terug? Yo. Ah, dat was een voicemail. Ja, ik bel hem even. Ik dacht van, ik kan even bellen. Oké, vraag 8. Laatste vraag. Ja, ik was Kevin. Zonder Kevin. Ja, maar vraag 8 gaat dat... Vraag 8 gaat dat compenseren. Ja. Is er nog geen 2 levels dat verdrongen? Ik ga een kasteelbier gaan halen, dat is goed. Nee, maar de Louis is een alcoholiker, ook. Maar ik twijfel ook, ja. Het is de laatste vraag, dus ik ging echt nog het tweede blikje gaan halen, maar... Heb jij True Detective ooit gezien? True Detective? Ja? Nee. Ah, wat maar. Omdat hoe dat je bezig wordt met je blik, deed me zo denken aan een scène daarom. Maar dat is nu nutteloos dat ik het zeg. Was het een spoiler? Nee, maar het is gewoon... Op een gegeven moment is het hoofdpersonage zo tijdens een interview zo... Met een mes mannetjes aan het snijden uit een bierflesje. Laat die me denken, en jij die me daaraan denken toen je met je mes in dat flesje bezig. Hey, het is met Colin Farrell en Woody Harrelson. Ja, maar dat is zo... Nee, dat is zo... Elk seizoen is zo een ander verhaal. En Alec Fargo. Ja. Het eerste seizoen is met Matthew McConaughey en Woody Harrelson. En dan het tweede seizoen is met Vince Vaughn en Colin Farrell. En zo switcht dat altijd. Wat zegt IMDb? 9 op 10. Oké, ik ga dat bekijken. Right, zeker doen. De volgende keer dat ik u zie, zeg je uw mening. Moet ik dat u nu in een week binge-watchen? Oké. Okay. Oh, 1 aflevering. Laatste vraag. Laatste vraag, Louis. Laatste vraag. Kom bij. Ja, waar gaat hij hem naartoe? Maar ik weet het niet. Ze denkbeeldige vrouw. Wat zijn denkbeeldige vrouw? Ja, maar ik moest even het onderrond kwijtraken. Dan heb ik een hele aflevering het zonderond effect. Dat ik niet zo goed wakker was, maar ik aan de onderrond moest denken. En nu heb ik Kevin Bellemans terug. Maar ja. Hey, snap hem? Zonderond? Zwat. Okay. Hey, dat was een woordspeling. Ja, ik begreep hem eigenlijk niet. Wat? Ik begreep hem niet. Maar nee, snap het? Het is eigenlijk zonder en onderrond. Dus zonderond. En dat rimding staat nu in mijn achtergrond. I get it. Achtergrond van onderrond. Is dat dan achter onderrond?
Maar is het achteruitkijkspiegel of achteruitkijkspiegel? Of is het achterondergrondkijkspiegel? Nee, maar met hoeveel R'en is achteruit? Ik weet niet, maar is het van de achteruit omdat je achteruit kijkt? Of is het omdat je kijkt door de achteruit? Achteruitkijkspiegel is met één R. Dus het is van achteruit kijken. Dus de beweging. Maar... Heeft iemand wat te zien wat ik net heb gedaan, of niet? Nee. Ik heb die lef opgedronken om een kasteelbier in datzelfde glas te gieten, maar ik had geen ruimte meer. Maar... Het zijn meestal zijn... overtredingen. Het zijn nu glazen, dus jij doet ermee wat je wil. Vraag. Dus, stel... elke keer als iemand mist, ontploft er iemand randoms op de wereld. Ja. Zou je dan je mis inhouden? Tuurlijk niet. Tuurlijk niet, want het kan zijn dat dat een pedofiel is dat ontploft. Mm-hmm. Kan ook iemand zijn. Wat was de vraag? Maar... De vraag nog een keer halen? Sorry. Stel, elke keer als je niest, dan ontploft er iemand in de wereld. Iemand dat randoms. Ja. 30 jaar getrouwd, Cambodja. Of... Je weet niet wie. Nee, je weet niet wie. Iemand volledig randoms. Stel de regel ook, dat is niet zijn staan dat Kevin plots weg is. Dat kan zijn dat Kevin ontploft is. Jij hebt hem doodgeniet. Shit. En Scoopy is ook een plofte naam als die hem weg. Mm. Dus Nies, maar niet nog eens, of een van ons twee gaat eraan. Fuck. Er is maar één iemand. Dus Ian zou gewoon doorniezen zoals er... Ja. Maar de personen die ontploffen, ik ga die nooit kennen. Je kent ze niet. Nou, dan maakt het mij niet uit. Want ik heb al serieuze niezen. Hebben jullie dat ook niet? Elke keer als ik nies, ik moet altijd even bekomen. Soms zelf even neerzitten. Omdat dat zo'n zware schok is. Ik nies altijd per twee keer. Nooit één keer of drie keer. Ik heb dat ook. Ja? Altijd twee keer. Nooit één keer, nooit drie keer. Twee keer. Ja, nee. Dat is echt gek. Ja. Louis, heb je daar iets aan toe te doen? Ik mis die hekkenband nu al. Want ik zag toch vervangen van Arne Depree en dan verdwijnt hij. Is dat nu mijn schuld? Maar heb jij ooit al eens geniest in je leven? Is dat nu zelf van die leven? Ik ben nu gelijk zelden. Schuldig. Louis, je bent aan het panikeren, voor geen reden. Mijn lef is schuldig. Schuldig? Kevin zei, ik haat leffen, mensen, en dan ga ik vertrekken. En ik ga een tweede leffen, en dan vertrekt hij. Ah, maar weet hij je dat hij... Hij heeft je gewaarschuwd. Ja, heeft hij gewaarschuwd. Het is al gebeurd, hè. He said it. Ja. Ik zou niet... Ik ben een kanaal, dus ik denk, ik maak het goed, maar... Ja, nee, ja. Sommige misdaden kan je niet goed maken. Nee. It's undoable. Maar dus, zou jij doorniezen, Reinert? Wat? Ik zou me daar niet goed bij voelen, nee. Nee, je zou echt zo zijn van schuld. En het ding is ook, je maakt ook zelf kans om te ontploffen, omdat er iemand op de wereld niest. Oeh, maar je zegt toch dat niemand ontploft dat je kent? Ja, maar iemand die ik niet ken, kan niezen. Ah, en dan ontplof ik. Jij bent niet de enigste met die... Iedereen. Oeh, dat maakt het nu wel een betant dat iedereen niest. Wel, iedereen niest. Dus dan zou je de attitude wereldwijd moeten hebben van niet te niezen. En statistisch gezien, als iedereen niest, dan zou jij er wel bij zijn. Dus te zien, hoeveel keer wordt er geniest wereldwijd op een dag? Sommigen toch meer... Ja, kunnen dat opzoeken? How much do people... Ik weet niet, hoe zoek je dat? How often do normal people sneeze? Wie telt er dan? Dat is de terechte vraag. Ik weet niet, ik wil wel een antwoord. Ja? Een antwoord, zeg maar? 59% niest minder dan één keer per dag. 31% niest meer dan meer dan één keer per dag, maar minder dan vier keer per dag. En enkel 2,5% niest tussen de 4 en 6 keer per dag.
Dus ik ben niks met die cijfers. Oké, laat maar. We gaan gewoon verder. Maar nou, dan zou je ook weten van... Ja. Elke keer dat je mist, heb je... willekeurige persoon dat je niet kent, vermoord. Maar als ik het alleen ben met wie dat is, dan zou ik het nog verder doen. Maar als het echt globaal is, dan heb ik ook de kans of iemand waarom ik geef om te ontploffen. Dus dan zou ik het wel inhouden. Maar ja, je wilt toch je steentje bijdragen om de overbevolking te stoppen? Ja, maar ik denk dat ook zo ongelooflijk... Ja, wel. Het is een beetje het Thanos-kracht dat iedereen heeft. Ja. Hé, hey, maar dat zou wel cool zijn. Niet vinden? Ja. Of heeft iemand Death Note ooit gezien? Nee. Anime is zin. Oké. Okay. Oké. Okay, ik ga toch... Of die kracht hebben, zo, om te kunnen beslissen van wie dat er is of wie niet. Dat moet wel gek zijn. Oké. Okay. Dus, we gaan doorniezen. Doorniezen. Bek over bevolktheid. Voilà. En je neemt het risico gewoon. Ja. Dat was de laatste vraag. Hé, hey, maar Reinert, maar dan zou je elke dag tot het volste kunnen leven van je leven. Omdat je weet van, als iemand niest, kan ik eraan zijn. Dus elke dag zou je echt genieten alsof het de laatste is. Iedereen zou veel gelukkiger zijn. Eigenlijk is dat een ideale leefscenario. Ja. 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 Nee, dat was een goede vraag om af te sluiten. Ik voel me weer happy. Iedereen is blij. Ja, ik vind het wel echt jammer. Ik voel me schuldig vandaag. Maar hoezo schuldig? Je hebt toch niks van? Ja, het valt niet op dat ik de laatste 10 minuten niet echt meer aan het opletten ben, omdat ik denk van, ik heb Kevin Bellemans weggejaagd. Ja, maar... Ik heb de tijd van mijn leven. Ik ook, joh. Ik ook. Maar dan is die botsweg, heeft niets gezegd. Ik denk, wow. Echt waar, Reinert, het waren interessante vragen. Dank u wel. Ik heb de laatste vraag niet gehoord, trouwens. Ik heb even totaal niet aan het opleggen. Heb ik geantwoord? Ik heb niet geantwoord. Wat kan even slap antwoorden dan? Oké, okay, we hadden de vraag. Stel aan Louis. Iedereen ter wereld, niet enkel jezelf. Als je niest, sterft er willekeurig een persoon op aarde dat je niet kent. Zou je nog Ik heb wel geantwoord. Ah. Ja, ik voel me bijgeschuldigd nu al. Dus dan ga ik me sowieso bijgeschuldigd voelen gelijk. Dus dat je gewoon jezelf van kant maken en dan heb je nog een extra persoon vermoord. Waarom? Als je jezelf voelt. Ja. Maar het maakt niet uit. Nu is het weer minder. Ik heb één in mijn Quiplash, zoals gewoonlijk. Ik wil een spelletje. Eentje. Quiplash, gewoon omdat dat de gewoonte is van deze. Concept. Nou, één in mijn Quiplash. Want ik heb dat ooit gekocht. En... Moet je helpen? Nee. Maar... Het is een investering. Wat verdomme, juist kan in deze computer staan. Ja, want je moet mij weer uitleggen, Louis. Hè? Had het mij weer uitleggen. Als ik even wat dingen moet chatten en zo. Dus zeven tonen wat verder en kom... Ja, we gaan direct dat kunnen doen. Ik ga dat direct zijn ook doen, maar wacht even. Spreek, people, spreek, want we hebben geen radiostilte in deze. Hoeveel aids past er op een stokje? Wat? Eh? Aids-poster? Nee, hoeveel aids past er op een stokje? 6. Right. Ja, een lange stok. Wacht, ik ben gewoon echt... Ja, sorry, ik ga... maar je gaat het mij moeten uitleggen, Louis. Je gaat het mij moeten uitleggen. Ja, maar dan stel je mee op die computer. Dus gaan we eerst terug een download CMS, maar dan inloggen en dan heb ik het terug. Zeg, als het te veel moeite is, ja, afgestuurd. Dit komt. Anders wil ik ook flauwe moppen googlen. Nee, we gaan niet flauwe moppen googlen. We gaan flauwe moppen googlen. We gaan dat niet doen. Het is mijn show. Het is uw show. Mijn podcast! Ja. Het is uw show en je doet op je podcast wat je wil. Want jij zei eigenlijk wel, jij zijn hier de Thanos. Ik denk dat de most of bad shit, hè. Hey, als jij eens, welke superhero wilde zijn, Reinert? Welke superheld? Ja. Ik wil gewoon zwaar Deadpool zijn, maar eigenlijk heb je dat oké, nee? En die dude spreekt dus over de vierde muur heen. Ik vind dat bij de zot. Dan zeg ik van, hey, kom niet stil. Ik spreek tegen jou. Dat is een film, maar toch...
Fuck, via de muur. Ik spreek het in de kijker. Not nice. Lockdown, lockdown, lockdown. Ik heb nog een nieuwe opdracht van mijn goed tegen morgen. Ian, zijn een keer. Even nadenken. Ja, juist. Zijn je de vorige keer dat ik ben aan de steden, hè? Ja, heb je dat gedaan? Ik ben aanheen en Joost van het Kasteel was de volgende gast. En die zei, man, dat je pas in een vreemde porno scene beland of wat is deze? Ja, maar dus, ik heb het al gedaan. Doe me. Oh, dat wil ik wel zien, dat. Het is online. Bekijk gewoon een keer mijn shit, man. Echt. Er lopen twee zakken cement door de regen. En ja, het is echt de ene laag. Dat begint hier te regenen. Maar dat moet hij. Dat moet en dan is het gestroomd, of wat? En de andere zegt, wow, je wordt daar hard van. Hahaha, je hebt een monster op de comedy. Ik heb een opdracht voor jullie, Louis. Ja? Maak een pornoscenario van 4 regels, gebruikende alleen maar filmtitels. Porno, wacht. Ik ga wel opstreven als ik ga gewoon die vergeten. Kan je mee? Ik ben nu al half dronken. Maar, dat is wel leuk. Dus, we moeten in 4 zinnen een scenario maken, maar de tekst is alleen zo filmtitels. Dus je moet die zo aan elkaar plakken. Volgende scenario met enkel filmtitels. Ja. Wow. Ik dat tegen morgen doen, als je deze hebt gekend. Hey, dedication voor je podcast, hè, man. Wel, maar weg. Volgende man. Maar, ik heb nog een mop. Goed. Ja, zeg maar. Ja? Maar ik heb minder voorspeld, maar alsjeblieft reindigt. Want I am the monster of comedy. Er zitten 2 eieren in een pan met kokend water. Nee, zwijg. Zijn ene echt... Ik ken hem niet, ik ken hem niet. Zegt de ene, dat wordt hier warm, zeg. En de ander zegt... Wordt er hard van? Ach, je wordt daar hard, je wordt daar hard van. Boordschappen zijn echt... Oh, ik zie een paar hersencellen doodgaan bij Louis. Wie heeft dit al ook? Arne de Pre. Lockdown, lockdown. Nee, nee. Only love, je reinigt only love. Laat het lachen, hè. Lockdown, lockdown. Hé? Godverdomme, kan je... Ja, nee, het gaat toch niet lukken. Nee? Want het is een fucking nieuwe computer. Gepest alles. Of wacht. Dat is leuk. Het was een toffe aflevering weer. Nee, we zijn nog niet klaar. We zijn nog niet klaar. Het is nog niet gedaan. We hebben nog tijd. We zijn pas om 11:20, dacht ik. We zijn nog tijd. Lockdown, lockdown, lockdown. We gaan a cappella groep starten over zijn intro. Met zo... Ja, verschillend. Dus. Ja. Ja. Ik ben bezig met dat te downloaden, maar ik had dat nog niet staan, Steam, dat op deze komt. Het is oké. Okay, kijk, ik heb vorige week dus, omdat Arne zei van, hey, is de computer echt waar bij de herstelling? Heb ik dat dus gedaan, maar ja. Het is een nieuwe computer, die heeft geen Windows 10 zelfs. Echt slechte computer, kijk op waar ik nu zit. Maar ja, ik roei met de riem dat ik heb. Vervang laptop. Dat is de goede attitude, Louis. Altijd positief vooruitstaan. Want ik heb nog content. En Kevin was minder content, blijkbaar. Ah. Maar ik ga het toch goed maken met die man. Ik ga hem chocoladetaart geven en dat is het goed. Dat is een man die drijft op chocoladetaart. Chocoladetaart? Ja. Dat heb ik er eerst gehoord. Dat is één man. Zeg maar, jij zegt dat jij hem hebt weggejaagd, maar misschien hebben Reinhard en ik hem wel weggejaagd. Dus misschien, misschien zijn wij de slechterikken. Laffe. En die heeft geen woord gezegd, die heeft niets gezegd, hoor. En waar? Misschien is dat zo'n deel van zijn joke. Dit is allemaal plan. Maar Kevin zit dan nog altijd online, dus wat wil hij hem doen? Plots terugkeren of wat is zijn plan eigenlijk? Zo plots terugkeren is het. Wat? Hij gaat niet meer terugkeren, nee. Snap.
Hoeveel is 3 lullen plus 3 lullen? 2 gangbangs? Lullen kun je niet optellen, maar aftrekken. Het is nogthans van de beste moppen.nl. Ah, ja? Wat, heb je nog nooit afgetrokken voor Louis? Wat? Heb je nog nooit afgetrokken? Nee, maar gewoon, ik ken al die moppen. Allee, ik zie die aankomen. Maar zeg, ik ben Louis. Nee, dat is bloedvestvorming, ik weet het, maar... Louis. Ja? Trek je meer af met je linker of met je rechterhand? Ik trek mij... kwissel af. Ja, dat ik, doe dat ook. En dat is soms voor een keer een ander gevoel, dus ik begrijp dat. Ook een beetje balans. Ik trek mij daar niks van aan. Altijd dezelfde hand bij u, of? Ja. Right. Dus je bent een constante. Je bedriegt niet. No cheater. Ja, fuck this. Ik ga het gewoon niet meer vinden. Ja, gewoon voor de volgende keer, Louis. Gewoon voor de volgende keer. Ik ga het niet meer vinden. Dus met mijn nieuwe computer en zo kan het niet aan. Ik ga het de volgende keer gewoon checken. Like. Is dit lange stuk dan nog bij de podcast? Huh? Is dit stuk van tot na de laatste vraag ook nog in de podcast? Ja, sowieso, aan hij een bijhoe zeven, vind ik. Huh? Wat doe je? Ik weet niet, ik was aan het bewegen. Oké. Okay. Doe je een beschrijving onder de YouTube-video's? Ja, altijd. Ja, dan zou je misschien zo een timetable kunnen doen van alle vragen die voorkomen. Oh, dat is wel slim. Nee, dat kan inderdaad wel. Dat is wel fucking veel meer werk. Maar ja, kun je gewoon de vragen sturen, ga ze dan gewoon in een apart lijstje zetten op de Patreon voor mensen dat de vragen gewoon doorlopen. En de vragen nog staan? Het is gekrabbel op een blad. Gaat ze een luisterdocumentje sturen mee toe? Ja. Allee, maar... Dus de mensen die deze hebben bekeken en denken, hey, ik wil ook zoiets gelijk achterdoen met mijn maten. Oh. Want natuurlijk hebben al mijn kijkers maten. Ga naar www.patreon.com/kapodcast, K-A-P-O-T-K-A-S-T. 1 euro in de maand en dan zie je extra afleveringen. En dus ook een lijst met de vragen van de voorgaande 4 afleveringen. Ik ga de volgende aflevering gewoon graag beluisteren, dat erbij zetten. En dan staat het erbij. Ian, heb je toevallig nog die vragen staan van TV? Nee. Onmogelijk. Die ga je nooit meer vinden. Dus ik ga het hebben luisteren en het komt verder nog. Hij had een bladje gezien of zo. Of, maar hij had het dan in luisterdocument gezet? Heb je tegen mij? Ja. Ah, maar dat is al weg. Hè. Ik delete dat meestal meteen. Het is weird. Ja, het is weird. Google maar, Chrome. Google Docs. Minder. Ja. Dat ben ik. Dus, ja, wel een stukje heel dat gewoon in een ding. In een... ding? Ja, in een werkbestand. Of. En stuur me dat... Ja. Nee, ik ga dat copy-pasten. Ah, ik weet dat... hoe kun je dat copy-pasten? Het staat al op de computer staan. Maar... Ja, ik ga dat niet, op fiek staan. Ik ga dat niet intypen in Word opslaan en dan doorsturen. Ah nee, ga gewoon foto trekken, stuken. Nee, ik ga ze gewoon overtypen en copy-pasten op Messenger of zoiets. Ah ja, dat is ook cool. Voilà. Chill. Maar ik kan wanneer bij veel dingen aan het doen, ik kan niet meer door wat ik aan het doen ben. Maar, Het was weer informatief. Dank u, Sensei Reinert. Ik mis wel de wetenschappelijke fun facts van Arne. Ja, hij is zo degene die dat allemaal zo weet. Ik ben zo de toeschouwer, ik ben zo de fan. Zo. Dat is zo excited. Ik mis nog altijd onderrond. Dus onderrond... If you're watching onderrond... Ik mis Ben Krabbe. Kan nog niet lukken, maar... Kunnen we Ben Krabbe... En ik heb ook een klein beetje. Kwartiertje. Kevin, als dit hoort, het was best wel leuk met jou. Ja, waar ben je heen, man? Waar ben je heen? Het heet is En show.
shout-out naar kapitein Kippenoog. Of hoe noemt dat? Kapitein Kikkenoog. Kikkenoog, ja. Dat is dat oog dat hij zo... Kapitein Kikkenoog. Die piraat? Dat was ook een deel van de film van kapitein Kikkenoog, trouwens. Ja, ook een deel van uit. Ja. En dat deze zo of ik was, ik ga dan naar buiten gaan, want ik denk dat er die trein dat terugkomt. En zo. Ja, dat is 22 na 11. Dus nu 11, dus ik ga makkelijk naar buiten gaan. Ik ga nog deze opdringen. Ik ga van het westen naar het zuidwesten. Interesting. Ik ga ook gaan kijken. Maar... Ja. Salut, hè, mannen. Salut. Ja, nee, wacht, dat is Ian. Ja. Wacht. Dus dit was lockdown voor zondag 26 april 2020. Ik was zoals gewoonlijk en altijd Louis van Vreemde Absurde Vragen Huizen en Kevin is plots weg. Ja. En jullie wagen? Jan van der Vinken. Rijn de Pel. Voilà. Ja, ik hoop dat je van hebt genoten. Like, deel, subscribe en al. Ik probeer wel YouTubers na te doen, want kom, ja, sinds ik op YouTube zit, moet ik wel doen? Ik weet dat niet. Moet ik wel YouTubers na doen? Van, hey, like, share en... Nee, dat is te veel excitement. Nee, dat niet doen. We gaan geen Jake Paul-achtig doen. Met zo'n thumbnail. Ja, hey, yo, probeer iets aan te maken van je dag of stag. Bel maar je oma. De nummer van de Zabeltein is 13. 1813? Maar jij kent uit je hoofd? Ja. Dat is wel een message, hè? Ik bel dat soms het min van nacht en ik lees dan de moppen voor van debestemoppen.nl. Ah, jij laat goed lachen. Man, echt, ik moest lachen uit mijn neus. Kom, ik zie uit mijn neus, dus dat is vrij raar, maar... Ja, dat Ian, is echt... mij zo te hard te doen lachen. Ik kan dat niet tegen. Het is 18:13. Kijk, als er een trek in zit en moet lachen, dan komt het in de neus komen. Ja. Ik vraag me af of dat bij zwangere vrouwen dat dat uit de tepels gaat. Dat normaal dan vocht uit hun tepels komt. Ja, ik ga je toch één keer moeten teleurstellen deze avond, vrees ik. Maar ik denk dat dat niet het geval is. Sad face. Dus, beste van nootjes, vergeet niet te liken, te sharen en te abonneren. En wow, we hebben een fans. En nootjes, okay. En vergeet niet te bellen naar 1813. Hey. Bye. Oké, okay, voilà, tweede last. Moet nog een reclame maken voor iets. Dus